Nee, als er nog wat ambiance, hè, Rooske, dat weet je. Ambiance? Of Ambras? Ambras, was je hen niet? Nee, dat was je niet te varen. En Rooske, verop, wat doe je nou meisje niet buiten of je allemaal? Wat denk je er met je? Maar nou, hè, nou wat genoeg te zetten, als u had ik dat weer. Als u werkt in dat plezant. Oh, ja, maar dan met enige gezet. Nou, de muzikale motards, de 1000cc man geeft hier ook. Toen was helemaal compleet. Waar zijn we hier weer aan het doen? Moet je dat zo? Wil je ook niet meer? Kijk, ze er nog over een uur wegrijden. Maar die zou nog vroeger hebben die hier weer aan. Nou, dat gaat niet door. Zeg, doorrijden met een keer de slaghangers liggen daar. Zijn dat wie boswerkers, joh? Dat zijn twee kerels, denk ik. Maar zijn ze nou toch niet meer? Zijn velen van over voordelen. Al doen van onze heer. Morgen uur dus van de rest, hè. Stoen zoek, was u. Dat is een beetje veel bedoeld. Al wat onze vrouw krijgt, man. Een steenwijs naar tussen, een gitaar. En toen ze 16 jaar geworden, ik kreeg ze zelf een koestje. Ze gingen coureur worden. Ja, eerst nog een koestje. En hoe ben je de typeschijter? Ik ben de begeleiding, want dat was nog erachter lastig zijn. Ze gingen toen slot op Rossenborg. Ja. Ook mijn motto, 330cc's. Zijn ze toen een keer voor koersen gewonnen. Toen wilden ze weer een nieuwe categorie gaan. Weer een nieuwe motto, 500cc's. Maar de die hadden ons een keer van geld gekost. Maar ja, is dat toch alweer met prijzen gewonnen, jongen? Ja, in mijn hele cabaretliedjes, als duur uit de 1000cc, tot dienst daar ook nog schoen geld. Maar zo zien we niet veel van, ze hadden nog wat alleen nog erom kost. Zeg maar, die 1000cc's, waar is het dan nu weer allemaal uit, God man, jongen? Dan is het wel een keer een onderdeel. Dat is toch niet moeilijk? Ze rijden ook weer in de 500cc. Ze twee keer in de 500cc uit de wat 1000cc. Wat kan ik maar, want ik had het te zien met jou over de zanger, hè? Oeh, als je bij mij ook niet doet, ze wel 100.000 volt. Oh, wat is dit hier mee? Dat zit hem dit jaar. In ieder geval niet voor iemand, met wie artiesten. Nou, ik heb de gitaar niet spelen. Ja, en ik trompet en trombone. Nee. Ja, goede muzikanten zijn in elk geval. Tjek, kerel zijn. Maar dan draagt toch ze niet meer door geweest, hè? Allemaal wat doen wel. Twee drellingen of twee of drie, weet je, hè? Wat moet je niet zeggen, hij is zaak. Had jij geweest, hè? Ja. En post hem niet genoeg. Vijf onder die neemt nog een achterkomst. Hij hoort het om zeven, gelijk voor de afdracht. Ja, ze had ook wel akkerd gevallen. Dat is het. Wees voor de noorden van de wereld, toch? Mijn leeftijd zit. Ja, want er kan die moet maar weten dat jij te zijn, hè? Stoofers zijn uw meisjes, hè? Nou, best je wat uw plaats. Pas van mij in de groep is het u vertraagd. Ja, dan zul je nog een beetje wakker. Giet het hoor. Weet dat je nog rond door hij had voor de hoofd niet waar niet. Zeg Charles, hoe kwam dat eigenlijk? Dat als u twee keer wat maar goed draaien kunt fabriceren. Dat heeft er niet veel, hè? Je denkt mooi nog in de fleur van mijn leven geleefd. Hoe je het moment hebt. En is het rammerst aan die ze zijn. Dat is eigenlijk niet. Dat is een schotte van mijn lager. Jij hebt ons een keer gevraagd om de deur of dat hij er iets van verstond. Dat ik het altijd in overproductie hoor. Zeg ze, nee, dat is niet moeilijk om te verstoten. Dat komt op de Maar hoe zwier dat het niet heeft gehad, hè? Dat wordt nu goed miskant. Ze zijn zo een keer weer in orkest naar Canada begonnen. En ze zijn zo de blij maken. Ze zijn getrouwd met een Canadese. En de jongste had het een zomer zwaar overgenomen. Dan hoorden we er aan zwaar spuur te zijn. Nou ja, zeg nee, jongen, klopt, dan gaan we wazen. Als je zanger op kunt, zal het draaien zijn. Nee, nee. Zijn alle drie twee voornamen. Je hoort er eerst een voornamen met je schaar. Je hoort een tweede voornamen met een voornamen met een voornamen. Maar ik vrienden zijn het beter niet Louis. Dus moet je zeggen, die Charlotte Louis. Want die zijn het Charlotte. De namen zijn het beter niet constant. Dan moet je stand in zeggen. De namen moet je dan zeggen, Charlotte, stand. Want die zeggen, Charlotte, stand.
Zijn er net een pittel in de keuken en boeder, wat heb je toen gezegd? Charlotte boeder, wat? Want tegen die zei ze Charlotte boeder. Schoen, om die dag nog? Ah, wij allemaal, de meisgemoeten gaan iets mee doen vanavond. Zeg maar, wil de Charlotte de dingen tijd best hebben schap worden, hè? Hij blijft nu een beetje open. Dat kan je maar mannen niet aan doen, hè? Dat is een zinwaar. Zeg, als de hoekje van het school komt, hè? Die hebben ook een bombardement gespeeld. Ik moet dat niet stoppen, zo. Dat u kan? Ja, ja. Zeg, hoor, ga ik door, als ik er weer doen ga? Dat doe ik niet, gespeeld in een bombardement. Want dat liever een andere experiment had, hè? Hoe is de prop fladderen goed? Maar de roze moet daar weer om niet goed. Ah, maar dat is gewoon ook. Ik zie je er al op neer van alles uitgeeft. Als je een vent, niet als je een kwaad fluitje. Heb je een stelte overigens in pas genoeg? Ja, maar je hebt gelukkig nog de deur in de kop. Zo, maar het was in de ene, ik. Moest wel een keer weg mee, joh. Spelen op het grote lucht, hè? Ja, maar was toen gewoon wel niet in die kop, hè? Ach, dat hebben we gezegd als joh. Kijk, dat komt in een proberen gestoken voor een boven leugen, hè? Met een potje tuut. We zouden wel moeten hier gaan dragen, hè? Nou, wel, Roosel, er staat dat dit te doen, hè? Dan ondert u maar iets. Zaga de Gal. Oeh, Zaga de Gal. En je weet wat dat te vaak gedaan heeft, meneer Lippelit? Zal ik maar wel kroon gaan werken om de kroon baat te verdienen? Doe, meneer, stond ze de deur te laten. Hé, ik ga nog de kleur van zijn hand tegen die deur. Hij verdiende zijn pindelijk op zijn taart te spelen en wat iets te zeggen. Ik wist echt niet dat al zuurloorden was. Je moet dat al niet weten. Ga, je weet niet van niet gaan. Je weet dat de vuil kaas kan in dat eten moet hebben. Dat ik tot verdekeling niets anders te doen. Eigenlijk een keer iets goed speciaals voor mij in het mogen zetten. En ik ben een keer bederf. Gebakken patatjes met een oorring van de guillotine. Oh, nee, dat niet. Een oorring van de guillotine. Oh, weet ik niet dan. Iets speciaals, zetten. Kom, Roske. Heeft maar een keer een whisky, jong. En mijn rooster kan betonnen was een beetje dubkoud. Nou, geef hem maar van whisky een groep pas. Ze kan het aan ze mee bezig hebben. Nou, ze drinkt babbeltje mee. Ook buggemaak, hè? Rooster nodig. Was het er wel, hè? Ah, ja, ik ben in mijn bombaai nog niet geweest. Nou, niet geweest. Zacht, dat is wat. Hij is achter een cadeautje voor thuis over je dag van doven. En we hebben hem al gehoord dat ik gezien. Proficiat, kon het je. Zie maar ietsje. Proficiat, 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 manneschoen, Talia. Happy birthday to you. Happy birthday. Een flesje champagne? Hé, hoe heet? Zal ik je de beste flesje in de nekken van proberen? Meneer Schorle, zeg ik dan maar voor te laten zijn? Zo'n beste, maar aan mijn heren niet hebben. Hé, wat anders heb ik gezegd? Heb ik nog champagne gedronken? Met gerechte luister dan, zeg maar. Een bompan. Luister. Ten aardigste. Omdat dat de gierig is, volle gozer. Zeg, ik vind dat de weet aan moestas. Dat is maar een boos en hij is goed voor mij in de college. Is die ook heel goed? Och, dat is de beste meis van de wereld. Ah ja. En zijn naam is meneer Hippolyte van Hagen. In geen volle koze. Meneer Hippolyte van Hagen. Niets voor een ander en alles voor zijn aarde. Zeg, hij is nu al 5 jaar voorzitter van het fanfare, de Peerderoos. En op de repetitie van het fanfare krijgen we ook hier bimpels. Uit de kassen. En jullie misschien al iets gedronken voor hem, hè? Uit samen zat, en al ik neem. En toch waar iedereen, zegt Paul Akkoos. Wel niet iedereen, maar toch veel. Achter mijn rug, hè, zeggen ze op je collecte koosjes. Maar ik kan toch allemaal niet schilderen wat ze zeggen.
Had bank ik moeite met de maas knukken? Papa heeft een zaakje, tweedehands verkopen. Alles kan je krijgen, zelfs een oude sloop. Meubelen in ons huisje, al uit opa's sjaal. Zelfs mijn garderobe tikt hij op de kop. Geen wonder dat zo'n bloem niet echt ontluidt. Al wat ik verkreeg was al gebruikt. Ik draag een tweedehands hoed, tweedehands blouse. Daarom doet men mij tweedehands blouse. Zelfs onze piano in bureautje kreeg ik voor een appel en een nootje. Tweedehands kraan, ik draag een tweedehands sjaal. Iets nieuws dat ik nog nooit om voor gehad. Zelfs voor grote liefde, oh dat liederlijk beest. Waar haalt die klef, zei dat hij reeds getrouwd was geweest. Iedereen weet, ik kom uit tweedehands keek. Van tweede avenue, van tweede avenue. Ja, ga dan maar lang een tweede rangs masken. Ja, jij wordt nog een keer een groot artiest geworden. Hoogde, zestal. Ze zal niet iemand moeten vele keer zo'n beetje aan het zeggen. Voilà. En wat? Mijn bompa is er al mee bezig. En hij had een firma gevonden die plotjes gemaakt. Oh ja? Maar het zal mij niet veel mogen kosten, zeker? De barrios. Dat is maar net ook een keer aan franken maken. En de uitsteek in de mens misschien. Ik heb een aardig uitsteek, meneer Van Hagen. Zie, hij heeft er maar een keer opgelaten, heel veel te raad dus. Ik hoopte van hem een keer een kastje, ik ben een raad dus van 100 frank, en hij zag dat echt een antiek was, en wel 10.000 frank recht. Het zijn er nog, wil ik zeggen, van die graad die onder maat in hetzelfde appartement gebouwd, en die in een boel aan het opruimen was omdat hij er man gestorven was, dat had van neus gekocht wordt voor 500 frank. Ja, 3.000 frank is aan de zak, voor dat kastje een keer in de thuis kunnen zetten. Direct als er die part geweest. En dat we hebben zijn kuk al aan het uitvreten, dat kon zeker. Ja, dat is commerce, hè? Oh, ga nu toch commerce gaan. Ik zeg het wel anders tegen, hè? Hartelijk een dag. En wel, zeg me, zeg dat mezelf. Walter, wat te zeggen? Maar nu, meneer Hippolyte. Doorzien, meneer Moustache. Oh, is dat weer dat je met een rug bezig gaat? Dat is zeker weer over dat kaarsje. Oh, natuurlijk kan ik hier jongen veel zorgen. Oh, de zorgen? Maar ik laag er niet mee, hè? Ja, toen op me gerust met je kaarsje. Zat u weer een kuipen? Oh ja, en voor hoeveel? Voor 500 frank. Maar ga niet zo! Val je op! Alsjeblieft, hè, Moustache. We zijn even beginnen zwaaien over dat kaarsje. Want je zult wel een keer kunnen voeren, gelijk de dingen die moest gepleegd worden voor het pleintjes in zijn kleding. Was dat kwast op de pleet? Ja, hoe heeft het hier was? Ik kon uit je hoek om de rij liggen. Ik kon mijn sleutel opgeven. Ik was niet met mijn thuis. En maar eentje gaan zoeken wel. Maar een paar is er wel dat je zoek geweest thuis. Jongen, ja, maar ik was op een cadeautje voor uw verjaardag, weet je. Hier is ze. En nog een keer proficiat, zeg. Oh, een zeer schoon horloge. Merci, papa. Schuur, jongen. Ja, dat is schuur. Maar voor die langste, dat is van die goedkope koper een burgtje. Als je een beetje zwiet hebt, zien we pulsen een beetje zwart. Je zult dan maar eens beter een keer een schuurkrietje kopen gaan, vrek. Zeg, maar wat bemoeide jij je vraag met me? Ja, dat is juist, jongen. Zeg het dan maar. Wat moet er niet een luisteren, jongen Boempa? Hij zegt dat juist maar om wat te doen. Ben ik frikontent, jongen. Voilà, en dat is voor nogste, hè.
Hey, kom zo, en toen is er al op de verjaardag van mijn kleindochter Colette. Oh, Terry, woorden. Je gaat het ook je sieren doen, kaas. Sorry, alstublieft. Hij zei weer aan de tank, hè? Wel, ik weet hem niet. Ik moet van nu niet, zei je. Ik kan maar een druk de hot dat zelf betalen. Kijk, dat heb ik bij Wixie. En geef hem maar een slag als zegt de muziek, zolang dat het gaat. Voorzitter, zat hè? Salut. Waar is mij de moe, Laksen? Hij heeft nog een keer aan het slag. Voor de zuurfeest de keer. Ja, dat kan spelen en een eentje. Ja, goed, dat is wat voor niets willen zeker. De bijt is wel 5000 frank weer. Maar met in ieder geval niet klopt er niet meer over. Als je nu is wat tegen je benen. Ja, dan ben ik al weg. Kom zo, wat ons een drinkje. De gezondheid van ons handeltje, ik heb er net eens gekomen. Is dat wel meneer Riepelwiek, de goede plaatsgenoten mogen van Colette? Ah ja, jongens, ze zijn artiest geworden en zit erin, dus ik ga er zoveel mogelijk helpen, hè? En waarom niet dan? Dat is toch wel wat mijn enigste kleinkind, hè? En wel dat is schuren van u. En als je wilt, hè, Colette, zou ik een keer voor liedjes smoken voor u. Ja, zullen we dat weer aan doen, zullen? Verreugd, heer. Moest ik u gaan helpen met jou op muziek? En hij heeft al schuren liedjes gemaakt, zo. En de dag van de hoepel de poep zit ook te stoelen. Ach, die maar niet. Ik heb juist nog een nieuwe mars gecomponeerd voor ons van Vaar. Ik had al schoenen liedjes geschreven, maar zijn zoet en zwaar. Is die woord? Ja, heb je al liedjes gemaakt voor het Wieswormers, de 1006? Dat zijn uw kapkadaan. Zeg, ik ga niet tegen pijnste, om niet een cabaret over te geven te voordelen van ons van Vaar. Hé, met je zus en Colette, en dan gulden de dressoons om. Dressoons? Nee. Ja, wat een verhaal moet je zeggen. Ik moet daarmee stoppen op je feest nog, hoor. Dat zal wel verstandig zijn. Hoe? Je gaat ons nog café hebben als je pensioen zet? Ga maar niet, ook ik kom zo'n café, hoor. En ben je dat dan weer? Jongen, gaat toch nog? Nee, zeg. Mij als het ook al lang voor je toe. Nee, meneer. Ik heb weer de dressoons voor verkocht aan de andere kant door. Ik wil het vriespaar. Oh, ja, natuurlijk. Voor de rest zal het al een huur en een keer zijn, hè? Maar hé, Charles, we gaan dan niet vervuilen wat ik bij zeg. Ze groeit ook niks meer. Waar bij jou? Hij is toch gewend? Heel, kan ik meer om in mijn vier en moeten vooruit dat de moeder krokken. Wil er een soort wat voor jeur. Hij had er met zijn appelbeelder optreden van de duizend. Zes, dat zijn uw papoortiesten, zeg. Zeg het nou, ja, we zijn geen vloeis naast die verbeelden, ja. Dat is nu toch spijtig dat kijk de meubels niet in aan. Ik zou dat boerken niet overnemen. Ja, hé, dat zou men ook goed af voor zo'n café hebben. En mijn rooster, dan moest ons avonds niet gaan drinken. En dat kost hier café, Chantal. Dat was niet een slecht gedacht, maar. En wat, kompas, dat zoek ik u gewoon altijd hier gehad, hè. Als je een schoenencafé Chantant cabaret, moet ik zelf met je zo kunnen optreden, hè? Allee, ga je daar die wallen, joh? Oh. Hé, zou je dan weer een café houden? Ah, ja, met dat schoenier, hè, die café houden. We hebben die café. Ja, ik ben dan wat dan al geen dat zijn kerels, dat zijn kerels. Hé, waar is die mannen? Attention, attention. Voici le mille. Cessez. Patata, waar zijn de duizend cc's? Patata, vroeg patata, vroeg patata. We hebben een leuke gat. Bij ons getweeën, ja, je waai op het plat. En jongens, kassen, bomen, schuinen, feest. Je kunt de goren samen duizend cc's. Vroeg patata, vroeg patata.
we zijn de Duitse CC's. Patata, soep, patata, we zijn de Duitse CC's. Patata, soep, patata, we zijn de Duitse CC's. Patata, soep, patata, we zijn de Duitse CC's. Aline in het wetsen. Ja, boeken weten ze. Ah. Oh, hadden we dat toch een keer over maar hier? Hij zegt dat ik zus niet wil, man. Dat is een keer, dat is een keer. Ah, dan moet je dan nog de hoef geven. Oh, laat ze maar doen. Er zit geen kwaad in. Hier gaat geen. Ja. Alleen, voeder, ik geef je een tournee op de verjoordag van Kurt de Letsen. Al ik u. Geef de man van de whisky maar twee. Maar kan je ze voor mij stoten? Ja, dat is heel erg wat dan heb ik. Allee, we zouden ons met maan iets geleden. Niet die jongens, wel bedankt. Ze weet ook dat ik het had, maar ze zat kunnen we. Ja, u kniet. De volgende keer. Neem het dan beter af. Maar neemt u vanzelf af. Het is geen van de moeder. In Oostenblik. Geen noor kan de vriend of tien. Het zal wel gewoon met de beker en noor en kopen gebeuren. Ja, dank. Allee, jonker, als de braak. Elke was aan de goede nacht. Hoi, salut, hè. Dan moet je wel blijven. Meneer Pauline, tot morgen. Ja, tot morgen, meneer. Salut, hè. Salut, hè. Hey, Rob. Wat? Het amusement in. Is morgen. Wat? Zeg, moest Paulien het leger zijn, want die was zijn bitcommandant. Hij is dan echt niet controle, want hij is een goed mens en een oude werker. Ben je er content voor je? Ja. Voor nu, hoort er nog iets van Keumiel? En waar is schijn van een deur, stuw? Een beetje nog makker, hè? Zeker geen woordje. Waar moet je dan? Verman, als ik slopen, kan ik geen whisky drinken. Hij wil pas door van ons dag geen wazen is. Die altijd een wijze gewicht had, hoor. Wat is dit kleine moed? Zou nooit vergeten. Hij liep een keer op stroot te spelen. Wat een keer? Hij was van stroot in die weg. Dat kwam juist maar een wijze, ik betekent even te slapen. Dat is nog geen dubbele brik meer, als dat ik niet weet. En ik denk op stroot in die spelen. Ik kwam in duur, ik kwam niet zo bij. Heb je als hier een jezus geweest? Wat? Hij doet hier 20 frank voor de enorme kalenders. Ja, hoe werkt je? Ja, bij hoor ik mij wel even. Je wordt echt in een enorme kalenders. Wat de kind op de noek van de schroeder zette, mis je krum de glaskar. Door het jongen zie je meer geweest. Hey, Thomas aan een hoop kerels, hè? Hier snoevers, dat zagen we onder. Ja, laat er maar niet op hangen, hè. Oei. Maar ik ken er zo langs, hè. Ja,
zit zelf de boze van mijn vrienden gezeten, weet je wel, Colette? Ja, ja. En kwam er dus juist naar zijn dag. Ik hoor dat hem die. Ja, dat moet ik niet zeggen. Doe dat masker niet meer. Zie je van je boze. Of zet er je op, zeg maar. Hij kan wel zoeken de wazen dood, hè. Gewoon laat hem wat vertellen, toe. Jij liever dat ze plezante dingen vertellen op café dan een vast te zoeken gelijk een moustache. Ja, meneer Bereij. Noem de zuivoerder, maar dan moet ik je nog vertalen. Heb je niet dat al dat je voor een groep, maar die hebben dan een grapje, noem de dier. Dus de nacert met zijn roze moustache in de kelderbaan. Ja, wij de durven nog niet. Wauw, het stadhuis. Hij komt uit een huifbureau recht over het stadhuis. En er komt er een groep Duitse toeristen af. Een van die Duitse toeristen komt naar de huis en hij zegt: Polizei, kan ze mir sagen, was für eine Hausstas ist? Ist das ein Museum? De Rust die door de normale Duits kon klappen van de eerste oorlog, ze veel gelijk nog hinter zegt: Nee, das ist kein Museum, das ist ein Stadthaus, daar roesten meer dan 100 Leuten. Roesten, roesten meer dan 100, zeggen ze. In Duits is dat roesten, wat knoopt ze van, roest, dat is hetzelfde. Op dezelfde moment die komt er door een Engelse toeriste van binnen trappen. Ze struikelt, ze valt naar beneden en ze breekt ook gewoon een oren en een voet. En ze leeft in het oog te janken in het Engels van oei, mijn hand. Oei, mijn voet. Domme vette, was is dat? Zegt hij een Duitse toerist. Een Engelse toeriste, zegt de gust. Bein und arm, kapot. Dat is daar een kapotte Anglais. Er was een kerel in en een vrouw dat ze lief, een loepje zegt. Zullen wij ze een keer niet vragen? Ah, nee, zegt ze. Niet verder dat ik getrouwd ben, hè. Ah, bon, zegt ze. Baal met toest een keer als je getrouwd bent, hè. Wat? Wat heb jij dat geleerd? Oh, je hebt een tijd op school. Bij de nonnetjes van de vieze stwessen. Lesley, dat zeg ik. Die gaat toch nog een trio moeten vormen, zo niet? Ah ja, hè. Sarokus en Goletzer. Ah ja, we zullen het zelfs een liedje kunnen van maken. Goletzer met twee schaars. Jammer, gelijk. J'ai deux amours. Voilà, we gaan nog vertrokken. Zijn de beste vrienden, maar de staan heel mannen niet. Des ons klein Colette, die ons heren ziet. Zijn die uit de stoepers gedacht op hadden zien. Moet ze juist mee ons vrijen, moet hadden wil ze niet. Oh, maar krijg je al die kamer allemaal goed. Ja, we doken altijd aan de hoor. Deze zoek kan het die gooi ik zo schot. Ja, we vlogen wij erop, dat kwam museum schot. Voor dat uitje nu niet meer, dat kan niet meer. Zeg een bloesje dat en doen het ook plezier. Zeg, de zout, zet de stam, film de wiet. Destjaar ons Colette, die de gado ziet. Zijn de beste vrienden, maar de stam en mannen niet. Zes ons klein Colette, die ons heren ziet. Die ons heren ziet. Die ons heren ziet. Oh! Ik ben hier. Waar?
Ja, korte. Nou, kort. Wil ik ook een boek in? Stoppen. Heeft maar u voor een kort. Zuur kapot! Ere, nee, 19. Hé, dat is al 150 ballen dat we hebben van u, hè? Ja, jong, zal te betonen als het 500 ballen is. Ja, maar ik zal het wel abonnementair, zo zijn we goed. Zo gaan we beter van hier geld spelen. Daar komt dan wel niet van terecht dat goed is. Was je met serieuze meisjes spelen, hè? Is dat dan geen probleem? Moet met zulke plakken gelapt, ja, hoor. Waar, jongen, als ik zoen dat de koers winnen en betal ik het dus je biedt. Ja, maar je net ook niet gewonnen, zo. Kijk, je hebt te winnen. Ah, dat zit er toch. Dikken. Alle toegen, alle. Heb ik al gezien op de oefening zeker? Oh, ach, nee, is allemaal. Is u het nou weer zien? Zou je niet liever zeggen dat er niemand achter u dicht draait? Had vier vlammen gezuurd zijn deze sarsen, baas. En stinken. Ja. En ruiken. Ja. Nou ja, dan met prutsen bezig, hè? Ja. En brukte druk toch? Ja. Drugs, we zijn een motto. Hij ook dan ook. Ik heb hem zo'n flasje, maar ik weet niet wat veilig ik ze niet eten. Wat doe hij daarin? Wow, cognac, een leugen, heren. En zal jij je niet zeggen, maar het met ons aan de motor om ziet van talpen. Wat is ik zondag gewonnen, hè? Zal ik u eens een keer een flasje bezorgen? Dat is van een Japanees. Ja. Japanees. Je moet dat allemaal niet weten. Je verwijder ons dat zondag durft te gebruiken, hè? Dat er langs parcours de toeschouwers zullen duurt vallen. En dat er nog weinig coureurs zullen overschieten van de stanken van vergif. Ja? Radio hem meer radioactiviteit. Radioactiviteit. Tijd. Dat is nog veel erger dan dat. We zullen zondag nog meer duur vallen dan in Tsjernobyl. Ja. Zondag weet ik ik vast ik dus bouwen. Ja, ja. De kapotte motto en in een bak. Dat maar duurstellen. Hij heeft me Je moet er al niet meer luisteren. Daar zal ze zien hoe dat vertaald wordt. God. Voordeur, sta nog niet. Bijna is, hè? Oh, Boudijn. Wat dan daarmee? Zeg, hé, geel. Dat is toch maar vrijdag, je hebt het toch een zo? Doe je maar komen dag vroeger door naar dan. En bij de wasmeur komen. Ik denk dat je een rapper gaat op de hek. Had schijnt. En in een uitslag? Vriegoed, schijnt. Maar jij schijnt de zon als het regen duurt. Maar ik moet echt zeggen, doe je nou op de Lossenburg. Hij let nog iets van mij, jongen. Eindelijk in de goede studenten. Noem dit je even Peter Bourbon, je weet ook dat tegen de zon. In een mooie. Ja, en hou ik je wat? En niet ik. De boete zei het nog. Ik stok het iets van al mijn voorlaatstendelijk. Ja. Knor, zei ik. Of lief. En hoofddoor, vroeg de boete. Ja. Zei ik. Ja. En keek naar mij van binnen. Toen stond maar. Knik, je wist dat nu? Volgende week donder zat er. Gaat weer een keer uit bijsteren. Je mag dan nog waarschuwen. En zegt hij in de bal dat de goed nieuws heeft gedaan. Dat zelfs tot volgend schooljaar hier in boeken moet u. Je mag daar een zeker. Joost, die was al die niet te zijn. Lach niet, helder, want hij was niet veel beter. Wat heb ik op de wereld gezet? Zinnenzuur! Geen hier een ingenieur, geen hier een dokter, geen hier een directeur. Allemaal muzikantjes, kokomediantjes, charlatantjes. Ja, de nappel van die geier van de buur, voor de. Ja, stik het maar op, hè. Het kan ook doen, goed wat op te studeren. Wat chapt er riem om de deur? Dan moet je altijd zien dat er niet ene zit, kunt er niet hard tot nu kunnen voordelen.
De maat kunnen die allemaal docteurs en ingenieurs aan op koor te zijn, hoor. Ze lukt nu al van alles veel te veel. Ja, en van Hilder soort de heel dik. Weet je, Hilder, wat daar Hilder zegt? Ja, Jan, we weten het goed wat dan zijn. Je moet het toen slimmer zeggen. Ah, weet je. Jan, van de moestas. Moet ik iets maken, ga goed aan de koeien mogen. Wat is dat van de moestas? Waar heeft de moestas gezegd? Kweld, 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 nee. Hier een klap, 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 en de dodeleren. Niet ik zei de rooster, wel zei de moestas. Een slachter moet van hier werken, de gulle nu zo zitten. En de dodeleren, en bij hier zo zitten, zeven werkers gemokt. Wat ik wel, hè? Ik denk dat je zijn zeven vergen. Ja. En wat doen dat je één nog gelijk had? Want we weten dat ze steriliseren met het dorp. Dat is toch. Mag die heren! Dan ben je lang dat geldig heen. Omdat we studeren in manier te leren en de beste in de duurste school. Al de haast in je school, dat is mijn zoen. Zal ik in de verbeteringsschool moeten zijn, omdat je niet geschouwd hebt. Dat is een zieke. Dat is een zieke. Hier een bal heeft het nog aan te rollen. Het bedankt om onze pand trekken om te duren. Ik zeg die keer was houden, ik zeg dat ik het wel content in de meid. Wat wil je dat toch wat van om de tjoe? Ik moet hier lekker buiten. Ik moet wat mij verrast hebben, ik heb het bij mij. Niemand! De rest staan voor hè? Dat is de eerste keer, ik zal Luc wel overgooien. Als dat ze dus boedijs hadden geborst gehad. Dat wordt die moeilijk. Het wordt die moeilijk, hoe komt dat toen ze daar haar geborst had? Ja. Dat stelt het maar allemaal vol van vuile dakken boven worden. Van vuile dakken. Maar ja. En in dat oemelijk zegt Sam, die de poort op zijn maas staat, zegt dat. Weet je haar wie dat de zuurste is haar vermuurd heeft? De schot maar kan duur. Zeg, hela, hela, ik weet van niets, hè. Ik wil zeker niet. Ja, van uw jager weet je niet veel, hè? Zet dat. Maar spieken, dat kun je goed, hè? Ik zei, spieken? Ja, spieken. Heb je gespiekt, zat dat? Ik zei, hallo, kun je het niet gespiekt om? Niet gespiekeld, maar gespiekt of gepiekt. Van hun buur afgekeken wil gaan zijn. Hoe kan dat, dat je opstaat, over hoe ze doen? Zucht het zelfs een als dat van hun gebeurt? Ik zeg, dat niet moeilijk. Hij zucht het zelfs te noemen. Dat kun je niet aan doen. Jammer, jammer. We zaten er niet meer van assen, zat dat? Een schrikkelijk examen is vriegoed. Zucht weer, correct hetzelfde van dat van hun gebeurt. Wat wil dat zeggen? Ik zei, dat zou nu vriegoed zijn. En wat staat dat te doen? Dat is goed. Het al gedooid, het al gebeurd, en kun je gooien. Alla, ga ze maar nog op een nummer gaan, zeg. En wat word je doen achter de vakantie, hè? Dat is mijn opraak. Want meer door die school, zo. Want toen sluip ik weg. Oh, de baar, ben zo'n 17 jaar geworden. En meer schoolplechtig. Dus zo gaat beter een goede stil hier. Ja, we laten hulp, zeg. De mottenkruim, een cabaretist. Hé! Aan zo'n toets misschien de dus 500 cc's kunnen. Ja,
Ook de nieuwe drassavels, dat is het moment. Voor de wordt ook geen pensioen. Wij hebben een doodleer, hij kan hem goed gaan passeren. Wij hebben een rooster en ik kan maar een moustache laten groeien. Ja, dat is goed gedacht. De Sarels Juniors. De nieuwe Zenuwoord. Ja! Draaien met de schoorbottels, brengen moderne animozen, voor de nieuwe generozen. Wat zijn de nieuwe generozen, dat lukt van derde van die koersen, maar met de nieuwste technologie, leven waarmee atom energie. Met de computers en raketten, opgevoed met nieuwe wetten. De mechanisch ook gevulde kuk, met oreel V6 en punk en punk. Waar zijn de Sarels Juniors, draaien met de zwormotors. Breng de moderne animozen, voor de nieuwe generozen. Wassen, strijken, eten koken en nog café houden. Ja, je zult gaan meer op je gemak zijn, hoe ze een charme en passioen zijn. En hoe ze gaan in een café moet af zijn. Zeg, heb je al een kuber of de kandidaat moet zijn? Ja, de vrouw raast het weer een uur, hè. Maar met een zorg voor jou een uur. Maar dat was je gemakkelijk, lieve mijn kind. Een café met je zogen af en een uur is met vier slachtoffers. Ja, dat maar niet. Het gaat er toch wel een keer iemand op vallen, hè? Ja, dat is toch niet. Kijk, vandaag stond hij onder de dagblad. Hij zei op een rode dag. Nee hoor. Ja, dat is maar een vrije dag vandaag, hè. Zeg, ik ga een keer naar de stad, want de rest een modeshow, want daar is lady. Ik kwam me vroeg dat hij je goest had voor een keer mee te gaan. Naar de modeshow? Dat zoek ik wel weer al. Ja, waarom niet dan? Zeg, hij komt me kan nu niet op die wagen, hè. Altijd nog werken en slopen, maar ze hebben nu ook iets van hun leven, hè? Dat is mooi. Kijk, het ging dan zoeken hier naar hier thuis, lady. Jongens, jongen. Maar ik weet niet of dat goed kan, want ik zit niet te goed bij kaas. Maar nee, bel ik je mee weg, hè? Ja, juist. Maar wel, kook ik mee. Dat doe ik een keer, zeg. Ah, Roske, en mag iets zeggen? Zeg, hé, wilden ze natuurlijk in een parade kunnen spelen, hè? In een parade spelen? Ah, wat zie je voor meneer weer op? Ja, die operette ook van Roze Marie, hè? Van oh, Roze Marie, I love you. Maar hij zegt toch wel zorg, hè, zeg. Ja. Zeg, is dat een relaxeerde babel door? Ja, ik zeg, ik heb een goed en een schuweer gevonden bij mij. Oh. Ja? Gewoon weer? Ja. Dat is gewoon. Doe. En wat wil je weer kort als zijn? Oh, als voyageur in de cosmetiek, joh. Oh. De klaffeus geschorven zo veel. Dat is juist iets voor u dan. Zie, hij kost geen beter werk veel. En ik hoop dat ik aan een charmante zaak. Ga wat succes, hè. Ik weet het, joh, ik word al sinds stongen in de bazaar, hè. En ik doe nog toe, hè. Wel, we worden al met 50 kandidaten, ja. We moesten eerst een kleine proef doen van alles klopt, hè. En erachter, hè. Wilden we de vier vragen fysiek gekeurd, jong. En wie was er baan bij algemene sterven, hè? Daar stond je moord in, hè? Oh, dat zal wel. Zeg,
Een grote maler, een ferme vent. Oh, ja. Allee, proficiat al laatst. Allee, proficiat, hè. Ja, dat is toch nog niet goed, hè. Ja, ja. Als je zo wel gelijk toch nog een keer aan een coiffeuse kroeg van een vrouw brokken, hè. Wel aan een vrouw, oh. Zeg, dat lijkt ook wel, hè. Wel, Tina leeft er van, ja. Wel een vrouw. Oh, wat moet door mee doen? Allee, gezond, geen reclameer. Mijn vrijheid kwart. Nee. Niet bij mij, hè. Een vive la liberté, hè. En de ba, hoe is het binair? Heb ik geen last van u. Voilà. Moet toch dat je een plezier van u, hè? Nou, plezier. Oeh, dat lijkt u ook wel, hè. Oh, dat zal wel. En zelfs zonder dat hij iets kost, hè. Oh, Maria, zo moet dat toch ook niet beginnen, hè. Hij is nog content, wordt dan content. Content? Ah, niet zeker. Zeg, hé. Een chique notte van de firma, een vaste waarde, 9% op de verkoop, ja, dat is wat anders dan dat doen we alleen ze van de drachaar of dat ze leuk. Ja, als je moet dat een hoekje geven, he, dan wordt content zijn dat gaat dat, hè? Nou ja, wel wel, maar ik wist het ons van niet beter, Huk, hè? Allee, 6 maanden werken en 6 maanden aan de deur. Een beetje bagelding, net zwart, als je de muziek van een fanfare met een nieuw paluzel is, die beter kost een zaken dan spelen. Oh, vervaren de perden, oh. Zul de zaken er wel mee. Hier zit broers in. Dat kan hem zijn. Maar muziek lezen, dat is wat anders, hè? Ja, maar die maatschappij bestaat van die jaren 100 jaar, hè. En die naam is toch van de tijd van toen zelf. Ja, dat is juist. In mijn vader, hè, heeft er inderdaad ook nog bij gespeeld. En toen was daar een chique fanfare. Van alle burgers. Burgers? Een nu blokhuis, ja. Zie, de burgemeester en een port schepen die hem maar een Frans kostte, hè. Zij in plaats van de fanfare van Drongen, la fanfare de Tronchien. Oh, ja, was dat niet schoon misschien? Dat was de meeste gedistingeerd. Gedistingeerd? Ja. Maar, die een perdenoorsum erachter was toch zo gedistingeerd, die zei. En daarbij testen we nog altijd de fanfare. De rest nu geen harmonie kunnen wonen, joh. Nu zat lachen, ja. Oh, ze gingen een keer een concert geven en bekijken als ik op keertplein. En de eerste keer, dan zijn een keer alle wolken gelijk een taart uitgeschiet zijn, hè. Dan was dus die kiosk in hier start, maar. De mensen hebben er niet waardig mee gelachen. Oh, en daarachter, Ruze en Ambras. En een helft gaf zijn omslag. En toen zijn Spola voor zijn voorzitter geworden. En ik probeer van de boel nog een beetje te raden. Er maar schuin gekocht, want dat chef de muziek wilde geworden. Nou ja. Afijn, was goed met je besteld? Ja. Toch niet nu? Ja, ik wou kijk. Kon ik met Marie naar de stad gaan, hè? Kon met de schoenen van de zetten zijn het oude. Ik ben dan eens papa Theo. Een minuutje, hè? Schoenen! Schoenen! Kom je gewoon, wat is dat? Maar wat je wilde niet met mij maar niet benen doen? Kom maar naar boven, kom maar, dat is niet een goede kant voor dat. Maar bestel dat dan met je? Hier wat voor haar, kom naar boven, kom. En wat ik maar zei, zie. Zo vast, maar dat is geen van deur, zo was. Daar is het. Dat is het weg. Dat is Marie en ik komen een keer naar de stad, hè. Ja? Dan kun je het eerst een keer wat café aan. Dan moet je van vandaag niet aan dat het afvalt. Dan ben ik met mijn kabel wat op te vreten. Die zat ook even omdraaien om te leren. Maar allee, dat is nog zo'n een ongezal. En voor een keer dat ik met Marie mee kunnen. Toe, jongzaal. Ja, dat moet je het recht. Kom maar, die eerst kopje. Kom maar. Hallo. Geef maar een druppel en pak u een keertje, joh. Een meisje die werkt, mag wel iets zijn. Ja, die gaat hier zeggen. Dan ben je met mijn broer ook te zetten dat er iemand komt die aan we werken. Ah, ja, je moet zeggen, dat stelt nog een beetje een goede plaats van kracht, joh. Dat mag ik wel even tegen, hè. Zeg, ik ben u met mijn goede fantasie, hè. Ja. Dit ben jij de koeien. Figuur laat vandaag, hoor. Ik heb jou goed en een schuw echt gevonden, man. Dat is toch niet hoor. Toont zelf, vaar zuig in de cosmetiek. Wat? Voor je zin in, Allee, van die bemaatjes, dat is fijn. Oh, ja,
wel waar het ja, dat kan je ook wel wat je te beuren. Ik zie je als Sonje heeft weer van hier het magazijn. En die boys vroeg maar of dat geen goede moord zijn. Ja, ik zat, oh ja, stop hoeveel ik al op te weten. Hé, noem de kinderen en de wonders hier. Doe eens hier mee weer. Dan kan je gezet, dit laat ik. En toen ging. Hoe goed al vergeten? Schat al, ik heb een briefje, hè? Briefje, en om dat 10.000 dan breng ik een beetje neer. Je moet triest zijn, hè? De pa, hij is dan nu in hetzelfde van die kaal, wie komt er voor neer? Zeg ik. Geloof dan die poort, er zijn natuurlijk nog niet vele baren op zijn. Ja, dat is weg, dat is wel oké. Hij is weer overgevust. Ik word hem thuis uit. En het is die dat erin ben een wakker voor bijna 6 jaar. Allee, we zijn er niet aan, hè? Ik zal als u rond de 7 thuis zijn. En zei je ons toch een beetje wijs, hè? Een beetje wijs. Hij moet een beetje wijs zijn. Komen we niet ongemakkelijk terug om er in het pakketje te vinden. Om een geweer die niet op mij moeten doen. Die hebben maar ook een bombardon te krijgen, want ik wil daarmee stoppen. Hè. Ja, maar zijn laatste keer. Meer gaan dan een neusje. Hij staat er niet wat te jong voor. Oh, God, nee. Ah, lieve wacht, dan moet het weten toen ze zegt. Maar lichaam al met z'n beginnen, de theorie. Hè. Wat met dan die werk van maken, zou ik z'n vertaat niet helemaal bezig zijn met die beginnen. Maar daar bestopt me wel dat toch wat toevallig. Ja. Ach hoor, kijk, moet ik weg al weg zijn. Dat moet je nog maar niet weg doen, maar wat er uit een heel eten. Allee, tot van over te drijven deze toe, hè. Ja, wat? En dan tjie, zes meer een gegeven kroon. Oh, geloof me, vader. Ja, dat was dit. Dat is al een meisje aan de beurt van boven. Ja, zeker nog. Wacht maar verder. Ah. En die boos ik zat, hoe het nu niet goed is, dan zou ik komen ze. Ja, dat is niet het ratelijk goed, dat van niet de kinderen meer gebroken en zo. Aan mijn kwestie dat de latex moet zijn, kon ik 40 voor. Ja, dat is kermaat. Zeg maar, ik heb het dus tegen de muziekmeester gezegd, dat mijn bombard ook al leren spelen. Maar ik wil hem meest ook nog een fijn pensioen hoor. Wat blijf, de bombard doen? Ja. Alleen op voordeel, laat mijn mama voor jou opblazen, hè. De viool. Heb heel iemand mee een viool in de En ik onder heb die een viool in de steek. Zit hier al tussen de... Het is gewoon drap uit met z'n miljoen kunt de koeien. Dan had ik een bombardon hier te zeggen. Allee, dat is het. Allee, dat is het. Zal dat dan een keer ek, die keer. Dan heb ik zoek met mijn muziekboek gehoord altijd. Zo heb je rap in de westen. Lijkt op de heiden en de rappen zitten. Kus nu maar goed. Rol dat dan niet uit. Een boemba doen. Zo maar niet zien tussen al die beulen. Ik moet ermee omver vallen. Ja. Oh, daar ga ik goed in. Dat duurde ik echt niet meer. Dat is niet moeilijk. Ging hier daar zwart boven? Nee hoor. En dat ben je korte. En twee zwarte boven met je strippen. Dat zijn twee korte. En als je een wit boven bent, dat ben je een lange. Ik twee witte bolken, dat is niet. Ja, maar. Dat is toch niet moeilijk, hè? Niet, maar moet ons allemaal toch snoeps geen eerwit zoeken meegeven. Ja. Of het zal voelen, het zal niet maar broek zijn. Jammer. Dan gaat hier een
beetje serieus moeten oppakken, hè. Dan gaan mijn mannen doen gelijk met die pootje duur. Hij zou haast gebied met wie dat er duurtje zou doorgeschoven hebben. Ik was er niet bij van paarden de vierde woord. Ja, dat is een vrij. We zullen met de later al een keer overklappen. Ja. Zeg zo, ik ben speciaal naar hier gekomen om mij een keer serieus en confidentieel te klappen. Huh? Ja, en onder 4 uur. Hallo? Allee, keer weer zoeken. Echt zo'n slimme? Oh, ja, toen heb ik genoeg problemen gehad met die zeezeden. En wat moet je hebben met je confidentieel vertellen? Wel, John, kijk, nu dat ik vandaag in de gazette gelezen heb en dat ik weet dat het niet is om je zakken te verkopen, zou ik er het eerst te kosten zijn om je een bot te doen. Neem je dat serieus, meneer Tiepel? Ja, ja, ja. Kijk, dan ik er diep op nagedacht, hè? Hoe ver zou jij zo gaan? Totdat er mijn mond van scheurt. Meneer, alleen serieus, wat vrouwen te zijn? 8 miljoen. Wat brief? 8 miljoen? Allee, daar gaat het dus geschatten. Hè. En als ik goed kuber verkuppen, krijg ik zelf nog een goede. 7 miljoen geschat, zeg. Ja. Kunnen nu schatten, zo nee. Hé, op hun manier het bij ook in Canada. Oh. Hey, en dat andere miljoen dan? Dat heb je van de commerce de durpel dan te zijn. De durpel, allee, is dat niet waar, wat van de commerce heb je hier nog? Wat krijg je nog over uw durpel? Zat wat mijn blokkers? Ha, zeg je wel, hè? Nee. Erbij om 7 miljoen, dat is boven mijn prijs. En als ik dan nog veranderingswerken zou willen laten doen, dan komen we bij de 10 miljoen. Veranderingswerk? Ja, ik zou dat hier een beetje moderniseren, hè. Kijk, ik zou er een café Chantal van maken. Aha. Ja, en van zulke een cabaret. Aha. Ja, ik zou dat doen voor collectie, hè. Collectie? Ja, ze willen toch in de artiestenwereld. Dat wel. Ze zouden hier een buurt willen vinden, hè. Dat was eerst slecht. Ja, ook moet ik er iets mee doen, hè. Ja, dat kind zijn hier ouders vroeg verloren. Ja, ja. Ja, mijn eerste dochter Wiske, mijn man Louis. Ze werd van alles niet bij mij, ze waren nu kopkeur. Ja, ja, weet je nog van. Ze zijn alles weer verongelukt. Ja. Met een kamionet, een onbewaakte overweg. Gepakt uit een trein. Was vliet. Tweelingslustige mensen. Harde werkers. Dus Colijtje, dat kind bleef al hier achter, he. Dus wat moest ik ermee doen? Bij mij pakken, he. Wat dat niet gemakkelijk was, dat ze weer in mijn zoen zonken. Maar ja, moest ik dat kind toch niet naar de muizen naar sturen, hoor. Dat kost niet. Hij heeft toch tijd goed geweest met mij. Ze hebben me content in dat hele gehad. Allee, van de hoek akkoord nog. 7 miljoen, ik wil in een durpel af, hè? Nee, meneer, want je een durpel moet staan, jongen, moet je er niet zo naar. Nee, dat verstaan we wel. Verkoop. Voilà. Zeg, hij doet er een goede zak mee, hè, want ons fanfare kan het dan niet blijven. Want hij moest die zak hier in andere handen overkomen, want het werd wat er ging mee gebeuren. Nee, ja. Ik ben content dat je rap is die goed afgelopen is. Kijk, we gaan nog een durpel oppakken, meneer. Voilà, dat is prima. Voilà. Maar kom eens akkoord, hè. Ja, kom eens akkoord. Dat is hij, hè. Goed, goeie nacht vanmiddag. Ja, goed, hè. Ja, het is niet zo buurt. Er moet straks ook op waar zijn, hè. Die net ook wel sens dat als je lap aan een groen weer gewoond is. Maar ja, ik ben weer een Duitser.
Hij loopt een boel hiervoor, goed en pensioen. En ik. Moest ook kijken. Nee, maar lopen, Charles. Als de nood het grootst is, is de redding nabij geweest. Oh ja, van al die schuwe spreekwoorden ben ik al lang toch eens gekomen. Hé, hey, kom, Charles. Geef hem een druppel op ons akkoord. Ja, voilà. Dat wil ze akkoord. Ja, je hebt dat gewoon in vrije toer geworden, joh. Meneer Hippolyte heeft een boelje gekocht en hij had een opera allemaal. Vertel dat hoe ze op aan een ander, hè? Nee. Ik zou in de café Chantal gaan maken. Ja, dat ja. En van zorg in de cabaret. Ja, en wat wil men van waarde? Ah, die blijft je leuk, hè. Kijk, zo luister ik er goed, hè. Ik ben altijd vrij content geweest van uw vrouw Marie. En als je wilt, moet je de gelden in de café uitbouwen. Aha, meen je dat serieus, meneer Hippolyte? Van eigen, dat is een warm dak van eigen niet. Ja, kijk, de zaak wordt natuurlijk eigendom van Colette, nee, die de artistieke kant wordt gezet, nee. En gulden wordt die gerald. Miljarden, maar Marie zal content zijn. Ga maar best zien, meneer Hippolyte. En hij zegt, zal mijn beste doen, ze. Ik zal zorgen dat de fanfare leven en rood bloeit. Dus we meer leven krijgen. Want er is het leukste van fanfare, de vliegenflyers. Die hebben de Vlaasje gewonnen. En wat dan het verschil op uw kentueel van hoofd kunnen. Ja, het zijn toch zeker de dingen waar je gisteren over wist. Ja, ja, dat wordt het weven. Twee facteurs. Ze zijn het muziek van de Pols gespeeld, nu. Ze worden muur te zat, hè. Zou je even zijn kanten gaan, hè. Ja, ik heb al scheids bij gelachen, doet ze. Had wat een liefje als je het kwam. Ze weet zelfs niet dat dat hier bestond. Zie die een kleine deken van de mogen op de kuurmarkt in een café. Hij was nog niet neugter gelukkig. En dat is goed door te vertellen dat hij u in de fanfare de Perenoissen van Droemen ging spelen. En dat dat in de meeste een chic etablissement was. In een geile wc, hè? Ben je vader wc? Ja, hij weet op een geile wc gezeten zat. En niet afgeven. Toen zijn ze door en blozen ze over goesten. Zeg dat begin maar stil, gezond te verdienen was. Allee, kom, de kern is hier nu toch, hè? Kijk, we gaan eerst een kleine vergadering aan. Zet over, jongens, zet over. Ja. Zoals je weet is van de jaren het 100-jarig bestaan van ons fanfare, dat Perenoissen. En dat gaan we niet ongemerkt laten verbergen. We gaan dat feestelijk vieren. Minder goed nieuws dat hij dat onder patroon Charles in pensioen gaat. Met ons Bessine Rozen die de zaak is verlaten en verkeerd. Ja, maar ja. Voor... Maar, na raad overleg heb ik besloten als voorzitter de zaak hier over te nemen en te moderniseren. Ja, ja. Kijk, ja, ja. Ja, ja. Toen kan ons fanfare hier uitblijven en binnenkort nog worden uitgebreid. En de nieuwe uitbaters zijn niemand minder dan Charles Lacajou en zijn sympathieke liefdalige echtgenote Marie. Bravo, ja, 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 ja. Stilte. Meneer de voorzitter, als chef de muziek voel ik het als mijn plicht u in naam van ons fanfare te bedanken voor uw edelmoedigheid. En trek hem maar woorden neer, hoe is gezet, meneer Hippolyte van Hagen, alles voor zijn hagen. Je moet toch weer over de kasken niet beginnen, hè? Waarom de blikmannetje niet roosten? Kasken. Ik zal wel een keer verlappen dan. En wel. Vanaf ben je de gierig als hart, hè? Ik word zo goed bezig. Enfin, om te besluiten, wij schoen van varen de Perenoissen en de Langenoissen. En leven onze voorzitter, meneer Hippolyte, vanavond. Vanavond. Bravo, bravo, bravo. Merci, muziek, meester, voor die woorden van sympathie. En u ter gelegenheid van ons 100-jarig bestaan.
heeft onze collega Charles Lacajou een nieuwe mars gecomponeerd. En Charles Dottermans heeft een tekst opgeschreven getiteld Leven ons fanfare, de perdenmars. Allee, ja, merci, merci, merci. Hé, hey, homme, je rap me u laat gaan studeren. Ja, welkom, pak die buurtje even zien. Voilà. En aangezien dat we het ook met die velen zijn, zullen we niet het zol gehoord, wat zal wel heel lief verwoord zijn. En we zullen weer een keer repeteren. Degene die niet moe is, kan het zijn. De tekst door hem door de noot. Ja. Allee, kom, we hebben ze op, we gaan een keer deuren nemen, jongens. Maar niet te geweldig in de keer, hè. En als er zijn die de noot is, dan hebben we als een paar varianten kunnen. Heb toch zo'n alsjeblieft door de noot, ze weer. Dan nog iets duur krijgen van de middel die, hè. Allee, daar zit er in de griep. Ja, zeker. Allee, hup, 1, 2, 3, ja! En ons van varen, verschillende perenozen. Wie binnen komt de jubel, wordt gestolen, taal op de tjord. De rosten moeten en die werden mars. De militair was en de groep, dat dan gooit ik even is de lucht. Wat kan ze niet meer herkennen? Ah ja,
Dan is nu geen tweede rangsmasken meer, hè? Of gelijk ze nog horen. En dan ben ik een serveuzeke, een chambreuzeke. En al die oi van een pretje, die komt bij het konetje. Ja, ja. Ja, en een heel ander zicht, u kijk. Nu zie je een punt te vrij bij een snelle pauze afleden, u. In plus van zijn avond deken met een bolhoed. En met een schoteldoek rond zijn nekken om tegelijkertijd zijn zwiet en zijn glozen bij af te kansen. En weet je nog op een gebak? Moest dat? Mijn zwiet, mijn glozen afkast. Mijn glozen worden nog proper nog een keer. Ik heb hier tenminste gewerkt. Ja. Maar de rostakkie nog niet veel in zijn zwier. Ja, maar ja, ik weet. Zeg maar, aan kerst aan het loodsen, van achter de tuig wegblijven en in de keuken peerten in schotels walsen. Ja, andere boos en andere wet, nee. Ja. We gaan met die zakje dingen doen erop fleuren, zeg. Erop fleuren, ja. Dat is eigenlijk al een moord. Want dat is nog altijd dezelfde naam van vroeger. Nou ja, ja, je hangt er een moderne café Chantal van maken. Ja. En een cabaret. Ja. En wel wat die goede door elkaar beginnen. Alles op zijn tijd, hè. En daarbij wordt weer bemoeidig aan de stok dus. Wie dat aan ons voor de toe Nu is het in keer niets niet meer hoeven doen. Dat is dat niet, hè. Maar we moeten toch de reuze les niet laten spelen, zeker? De bijgewicht content zijn dat ik die nou een boer leg, omdat hij zegt hier gekocht heeft voor zoveel geld. Had hij mij een miljoen minder gerekend, hè, en wel de veranderingen worden al lang gedaan. Dat duurt nog een zeer dat er nu opgeluid is, hè. Dat is toch de indruk. Wat, hè? De duivel mag ook wel een keer gefukt worden. Ja, maar ik ga goed toch weer over de kaasje niet begrepen, hè? Al zal het veer wel opkopen door. En doe niets liever, stok de machinist. De oorzaak lang doen, zal het ook door zijn. Zonder keer geen kaas. Wat is dat, meneer? Zestig drinkt aan een kokker. En moeide niet, en mislukt de poten. Doe het zuur. Ze mijn maat schoon die woorden bij zijn. Vlug ze met hem. En de modu stil gaan, roze noen. En was het keer hier een doddelmaatje. Je staat hier naar buiten, je moet hier een gier en een bras kunnen maken. Hè? Nu ben ik een keer de boos. Boos? Ga, boos? Dan ga je juist niet een dal te betalen. Meneer Riepel niet en collectie zijn hier de boos. Ja.
hebben dus iets nog buiten wipperspeed en schottelwassen van achter hebben. Zou wel een beetje waas gaan. Je bent een miljonair, al wel gedroogd een beetje nog. Zeg, wel er allemaal maar een beetje wijs. Dus juist wordt nog zo content in de wolk. En iedere keer is dat allemaal van door de lieren gevallen. Ja. Als je iets te discussiëren hebt, dan doet dat daar zo'n bar. Hoe was het mogelijk? Dat doet de mens. Kom, laat hoor. Zullen we een poepa, zusgelijk, verroezen? De rieten hier. Oh, jij hebt het vuur er niet vandaan. Nou, je hebt niets gezegd om hem te kwetsen, hé. Maar ga er pak ze beet alles verkeerd op. Jongens, geef me al door een hand. In een tournee. En er is niets gezegd of niets gebeurd. Voilà. Dat is de meeste een verstandige café voor zijn ze. Ook twee peerten en dat is vergeten. Hij mag er weer uit het twee wel, hè. Ik heb dus... Mama, dan hé, het moet in een café zijn van amusement. En vrienden in de Malkoort. Collets en ik, hè. Colette heeft van haken gelaak. Beste vrienden en vriendinnen, nooit je geen noemingswolken benen. Vermaak de ruzie en ten bras. Moet echt met mij het glas. Voilà. Ik schenk ze weer vol, hè? Voilà, zo moet het zijn, hè? Och, moet me maar voor een beetje helpen, meneer Boemke. Alle begin is moeilijk, hè? Ik ben ik dat weer niet gewend, hè? Ja, het lijkt al goed op handen. En zeg, Marie, dat kan je nog goed afzetten, natuurlijk. Dat is gelijk omdat ze nog niets hebben dus gedaan. Ja, het zou natuurlijk lastiger worden de keer dat de veranderingswerk niet goed gedaan zijn, hè? En dat hij in een café Chantal komt. En in zorg in een cabaret. Wordt er nog toch aan beginnen, kindje, dat toch zo voorzien, hè? Daarbij heb je al overal verteld. Ja, het werd duurt gisteravond, hè? Je stak het wel deur. Ja, maar door zoek maar niet aan mijn eigen hoor. Neem die rippel uit. Dat geloof ik, zeg. Ik zou nog wat wachten, ze bonken. Dat is hier nou toch ook een café, Chantal? Ja, ik weet het, kindje, moet ik zo speciaal voor u doen, hè? Tijdens een hoek gelegen als te leiden. Zeg, het is dat geen uw eigen cabaretje. Voor mij moet het niet doen, bonken. Het al genoeg doen. Ik ben content gelukkig dat het nu is. En erbij, ik zou toch weer en weer optredens kunnen krijgen met die zorg voor de 1066. Colette, ze liggen, dank je. En dat van mij was, hè, ik zou maar er niet beuren in de schulden steken, hè, maar afwachten. En nu is dat mooi, hè? Kunt dat toch?
Ja, je hebt misschien gelijk. Allee, ik ben content dat je ook mag. Dat is toch alleen een steun, hè? Nog dat is heel gebonden. Op tijd en stoep komt alles goed. Voilà, we hebben een keer deuren. Kun je ze weer voor je. Heb dat niet rikkel? Ja, zo, taak volbracht. Nou ja, moet ik ook dat een van de hoofdtallen spreuken reizen. Aan doe zijn baas, in haar schwaas. En je bent er content van? Heel content. Ja, en wel echt wat je plezier vindt. En wel geen een windje verwerken, geen mijne druppel. Want dat trekt de uur goed aan. En dat kan de mensen nu goed bezig houden, nee. Oh, zeg, door als je goed keuze. Een liedje. Een lolke, en toen zwel af en toe een pijntje. Dat is die woordzalen. Ja, ja, dan is maar een slager. Ja, maar nu dat Toddelman stoot met de drachtswaarders, blijft ik een zuur ook in de ambiance. Ja, ik en Colette zullen dan zorgen dat de zon een keer beter bekend wordt. En waar dat de beste zomer veel volk aan de laaien kunt. Zijn we zo waar hier wat benen trekken. En Colette. En goed geweest. Kom wel in orde. Ik kom patje. Aan druppel. Merci, merci. Maar Rietje, ik kom eens in de keuken nog wat gaan opruimen. En maar een beetje bevreesd. Ja, dat is goed, Colette, doe maar kind. Allee, papa, tot die aan de brooi, hè? Ja, tot in de brooi. Oh, dat is toch een goed meisje. Ja, geloof ik hem. En die heeft niet in saté. Ja, jongens, saté. Ja, ik zal een goede achtermiddag. Ah, moest dat eens. Ah, wel, joh, zeg maar, het is veel leuk. Oh, ik hoor er ook voor naar, meid. Kijk, wat heb je gebruikt, zeg. Wat heb je gebruikt? Een coiffeuske zeker? Een coiffeuske. Zij gaan niet goed zeker gaan. Ja, maar ga wel, hè? Kun je daar van een halve peer op met? Hela, hela, halve peer ook. Ik heb mij niet zat, hè, joh. Hoe krijg je iemand mee, hè? Er zijn helemaal twee peer op te delen, joh. Meneer Kedondelmans. Wel, uw rest dan? Hoe was je eens een keer naar de wc? Ja. Zeg, ben er tegengekomen, hè? Ja, ik wist dat er van de hoge moest zijn, zei Jack, we hebben een bezoekje gaan brengen. Die zit ook door in zijn stamcafé te walden. Of ik wilde er toe, probeer ik, zei ik tegen zijn vriend, zei Jack, als de doodleven niet gezien dan. En wel, zei ik, zijn ze er niet weer geweest, maar kijk, ik wou zien, verbaraaien. Zei, denk dingen naast door de puur mocht, beulijken. Of ik wilde er toe. Ik zie hem nog staan. En dan hoort aan de stuk bezig, een vrijdag als hertje. En als toen met z'n naam een verroeste velo was aan. Een velo? Maar jij had geen velo? Was dat niet berotte? Ja, dat weet ik niet, hè. Hij had al gezegd, ze was maar aan het graven en jij was maar aan het uitleggen. Zeg jij maar lager? Hoe ze? De rest riet het daar niet, zuster. Af en toe wil ik toe. Zeg, had hij ook zo al, scheelt er iets? U, ik zeg dat. Daas, scheelt ze. Ze bekijkt me, zei ze meneer. Kende bij hem? Ik zei, ken hem vanavond. Ja, dat is mijn collega, maar ik ga me nooit. En wel, zei ik, ze zit in de keukenwijk. Pak hem mijn zieren mee of pak mijn waaier mee. Als er een ontwikkeling op de boek was, al thuis wel bereikt krijgt. Zei, ja. Zei, kom zo, jongen. Kom je zieren nog maar eens, jongen, zo. Zei, en die de Veno, is dat van u? U, hoort, zegt dat. Enfin, pak hem in. Gooi de remedel in de café, het moeilijke wordt dat dan ook blijven stoer tot morgen vroeg. En de caféboers, vertel me, dat dat er al 10 brigands gedronken heeft, was de lucht. 10? 10 brigands? Ah, die was zeker muur zat. Zuus voor me. Kun je dat blazen voor, jongen? Fijn. Bij de caféboers zei, dat dat er achterop met die de velo wilde gaan vertrekken. Maar ja, klopt, dus nu meer ook. Ja, toen zijn ze als ernstig gepasseerd voor hem. En dan ben jij hem ook geschreven vanavond. Afijn. KM, toen zijn de auto gedreven. Ah ja, ze zijn slop gevallen. En hier aan de deur is dat wat geworden. Maar wat dan ter zuist gebeurd is, dat weet ik nog niet, hè. Ah, oh, merci. Nou ja, is dat goeie weg. Je zou Rooske die content voor zijn. Oeh, daar komt niks meer van dat goed is. Zeg, gewoon een keer gaan kijken of dat uit de wc niet gevallen is. Hoor, Panina, maar eens wel. Hij was al veel beter. Hier, kijk, kijk. Hoe doet het hier nog dat je er alles hebt? Ik heb er nog niet meer recht. Hoe doet het ook niet meer recht? Ah, nee, van
maakt er meer toe aan onze leden. Ja! De tienen is zo net als een vuilbroek! Goedemorgen. Goedemorgen van de afternoon. Zeg, je ziet het veroverd uit. Hoe staat ze? Zet hem op de stoel, alsjeblieft. De stoel? Maar geen stoel, maar ik heb niet in die moeder. Hé, Flip, hop. Hé, doe ze maar niet in met een brigand. Brigand. Je zag haar goed te gaan met een brigand. Zou het niet gewoon meer wat worden? Worden? Ik kan nog maar zoiets weten worden. Dat is water of niets, hè? Hé? Dat is toch niets. Dat geeft ons allemaal hetzelfde. Zeg, Joël, wat is er met je gebeurd, hè? Ik kan nog een beetje een schietje lachen. Oh ja? Zeg, zullen we het nog wel weten, joh? Ja, maar jij zult het ook, hè? Ja, dit is nog even in de hoop dat we een rommel maken. Rommel? Wat stort dat door te doen? Gewoon aan verkopen misschien? Nee. Ik heb het door een vrouw wiskupje voor mijn gezondheid om als je aan de lava rond te rijden. Zie je dat je een schoenen voorzitter? Voor 500 francs. En nu weet je dat nu toch hier geen geld hoor. Kupje? Jij kwam toch eerst niet weer proberen. Krijg je van zijn job op, nu de figuur wordt? Duur van de deur, wil ik wel stoppen? Ik zie dat er geen vrouw op is doen. Ik kom het in het krat voor, recht af met een mulige been, want de deur is dus openstoot. Stoot als je bied aan de deur. Ik heb er van de noten een boor. Heb je een boor? Tien brigands zat in een caféboers. Een boor. Tien en je boor? Ja. Nou, dat weten we. Dat weten we. Zijn toppen. Kom ik naar buiten. Als je een schuur schietje van een aardrijdje. Zeg ze tegen mij, als je een schuur beschoopt gaat. Meneer, goed, dan ga ik in het bijna nog rijden. Ik heb te proberen, maar... Dat ik van u word, dat ik dat niet doe. Want je bent niet in nood, je bent niet in reeuw. Nou, ben je in orde, ben je in reeuw. Wat mankeert dat toch? Wat mankeert dat is verder. Vele. Je hebt geen bellen, je hebt geen effect, je hebt geen tektaksploten, je hebt geen licht, dat kun je zo proberen. Dat was een 500 frank kosten, zegt ze. Ja, 500 frank. En je moet 500 frank kosten, dat kan ook maar een duurstraal worden. Zeg wel, mijn zoetje, 500 frank kosten, 500 frank. Maar mag dat dan morgen weer in dat tij in orde, hè? Hé, Atoontje, kom. Ik weet er van niets, meneer. Ja, maar je weet de waard ten eerste wat dat er zus gebeurd is. Zeg je. Ga je, noem het je chansen, hè, dat het met je een goed masker te doen wordt. Hoort een andere als je hebt moeten zijn, je zal te lang de duurse benen houden. Ja, sorry, jongen, God, je moet er net pakken, hè. Want ik ga gewoon een slecht uitspelen met dat ding. Kijk, dat je ook gepast hebt. Voor geen brieham niet meer drinken, hè. Dat is feit de straf. Goed trappistrik.
Nee, zeg, hoe loopt dat dan nog? Hoe loopt het? Ja, wat? Hoge godse biet, gewoon weet hoe loopt dat dan? Ook het me niet gepaasd, dat is toch van ten ene op schop. Je ziet er snel uit. Altijd geweest, hè, dat zit. Hij neemt dat mee in die plaatsen. Moest uitbrengen dat je zus benen. Door, hij heeft geld gezien. Ja, dan weet ik dat hij naar hand geweest is. Maar waar is hij aan op? Op de Krommelmarkt. Op de Krommelmarkt? Heeft hij aan gekocht? Nee, ja. Verwisseld van de benen. Maar moet er als je niet eens wel lang zullen? Had je zeker niet aan op schok geweest? Hij ook het noemt het niet gepaast, niet op. Het zou wel aan mijn schuld zijn, zeker. Maar het moet de eerste keer niet zijn. Als je met Vassans te spreken, dan heb je nog meegebruikt en nog even. Niel Krooske, van deze keer heeft hij echt geen schuld aan. Voilà. Charlie heeft een velo wist kunnen. Ja. Dat heeft hij mij gezegd dat hij een velo ging kunnen. Maar waar is het? Op de Kuurmarkt. Kuurmarkt? Waar is hij als je buurt blijft doen? Je zou nog helemaal op de Kuurmarkt vragen. Allee, gewet dat, die snorres! Mijn lille kindje, hij moet mijn meiden niet misgeven. Ja, maar niet. Ik pas dat dat niet aardig in moet lopen. Ja, nee, ja. Zal ik het maar een volgende keer uitlopen, ik zal ik hem nog wel eens doen, hoor. Zeg, gaan ze mee mee, Hier kort zijn met de velo, ik zal wel achterkomen. Allee. Allee, maar wat kunt zo'n ook? Kom in de wijze steken, mannetje. Allee. Nee, dat is last door, niet, dat is last door. De weelde, kind, de weelde. Ik kan je er niet tegen. Dat is misschien wel waar. Allee, salut, hè. Ja, Krooske, dat is nooit een keer, hè. Ja, ja, jong. Krooske, dat mens. Ze zit schuine geschoren. Veel te goed, hè. Ja, het is nog wel dat de manen hem hier gebeterd heeft, want te zoeien mijn maag hier hoor zijn, hè. Ja, ik weet het wel. Ik ben nu vuur tot straks. Ja, maar dat wel een Riepelink of nooit? Riepelink. Zijn hoe nooit is dat net juist? Al voor vier. Ja. Zal het ook stil zijn tot van de noord. Wil ik in mijn naam het stad raken en ze nog tien en dan de benen toe? Nou, maar hoor. Daar ja, ben ik een keer mee behouden. Ja, dat is juist. Correctie! Wel, Krooske, hoor de gonkelien, op de nood op water. Ja, Marie, dan. Zeg, Colette, we moeten naar de stad wat commissie gaan doen. We moeten wel niet lang weg zijn, maar moet ik sluiten of zo ga ik er wel naar passen. Zo denk ik wel in het café blijven, maar ik ben niet naar de oude, zei Colette. Moeten we voor u iets meebrengen, niets nodig? Nee, is dat dan? Allee, Colette. Ja, een uur of twee. Zeg, je moet dat er niet oorsten zijn. Allee, merci. Ja. Laat ze dan nooit goed, ja. Maar dan kan ik je toch wel een beetje repeteren. Is dat niet toch niemand niet is. Goed. Mama zei de allermooiste been uit de wereld. Was jij een kind en dat ben jij nu nog. Je hebt dus heel wat streepjes vol en zo lang als dat je wilt. Neem het er maar aan, jaag mij zo lang het kan. Want wat je doet, de mensen zeggen toch. Dat is zo'n dame die zich moet schamen. Dat is zo'n beetje wel. Dat is zo'n afknallaar die toch nooit trouw zijn. Dat is zo'n beetje. Wel, en dat moet zeggen, zo moet helpen, dat is zo beetje wel.
van hem en van zijn jacht. En dat hij nog zo'n paar kilo neemt, is toevallig waar. En wie gelooft mij nou? Want ik ben zo'n vrouw, waarbij altijd dat ene wordt gedaan. Dat is zo'n dame, die zit in schamen, dat is zo'n beetje wel. Dat is zo'n afvrouwlaar, die toch nooit vrouw zijn. Dat is zo'n beetje wel. Een mademoiselle, zo'n modelle belle, dat is zo'n beetje wel. Dat is zo'n dame. Ik moet schamen, dat is zo. Oh, collega's. Ah, zwerken? Zijn hij een paar doen gedaan? Hoi, maar keurig in muziek. En ze schuilen zijn. Zijn, kon ik je benen spreken? Dat was wel. Heeft mannen ook al en wacht u kwam. Moet je niet drinken, zo? Ook moet niet drinken. Wat is dat toen café? Kijk, haalt ze van de wereld tot nu, hè? Hij kon 80 Frankrijk had gehad. Ja, en wel als voorzittersmoord. Als u zult op het einde van de week in de schoenen pompen. En kunt dat zondag, hè? Als u een keer goed hebt dragen. En goed geweten. Zondag wordt door de Tenassan in Maya Kerk. Ik dans ze hier. En kun je goed dansen, ze? Niets dat niet vertoeven. Kijk, ze mag u dansen, hè? Kom, dan moet dat precies niet doen, hè? Hier, een kokka van mij. Merci. Dat is de Hanige. Mooi, als dat past, hè? Wauw, pas nu zie. Steek toch een keer een tang uit dat span. Ik zal er een keer zacht te slijgen. Hoe schurke? Nou niet. In de bed. Nu de gij zomer op café wanneer van dankzij is dat weer? Ah, van nu op, maar er is er net ook geen meisje die weet of het zit, hè? Dat zou je toch al niet. Of zo misschien liever met ze vragen. Dat wordt heel wat, hè? Allee, Sjolke, wat daar ze maar mee op? Dat is toch een vraag, wel zeg. Maar ja, zo'n beetje fleur. Zo'n beetje snoesboots, hè? Ah, wel, jij zijn er rappen, ze. Jij beloofd, hè? Colette, dat zou ik maar niet zo mis zijn, ze. Kon er geen leuven wel een stuk of draaien? Oh, zult er nog niet waar zitten, weet hem dan nog niet weer hier. Ah, wou, je zegt met een faal in een rap, hoe lekker dat ik zei. Ben nog laat ook wel wat rappen dan mijn twee herbroers. Die vraag me op de mond ook. En ik weet nog trouwens dat ze zult zijn van deus, hè? Wat alleen zo. Wij kennen maar voor alleen van in ons kinderen worden. En we zijn altijd vlieghoeken geworden geweest. Maar niets meer, hè? Geweest? Maar daar is nooit van dat wel veel veranderd. Zeg je daar even in een café zat, hè? Ik zal dikwijls over u bezig. Daar is zoveel veranderd, zat. En in één keer. Dus jullie hoe mevrouw gewoond zat. Ze zijn zot van u. Maar ze durfden niet zeggen, hè. Ze zijn net als met mijn kort in ruzie zo'n val. Allee, Sjolke, wat kom jij mij nou hier vertellen? Al twee broers zijn zot van mij, en jij ze met mij wel vragen. Allee. Maar ja, om je onder zulke een neus te zetten, hè. Kijk, ze pakken maar zo'n mensen als achterlaat, omdat ik een achterkomerke ben, hè. Ik zult ze een keer wel veuren zijn, dat ik ze zo kunnen zeggen. Als twee honden vechten voor een beek, loopt een derde er weer heen. Allee, zoek ik je niet deur? Ach, zeg maar niet goed zitten. Oh, als je doet, dan wordt een beetje vast. En dat is voor allemaal vrienden blijven. Hij moet het weten, hè. Maar als je laat ze, zal ik het roem niet meer geven van weer. Roem de tjoe. Dat is onze zale wind. Dat een drie minuten is moet komen. Wil ik aan een slachter buiten doen? Oh, dat is al te loodje. En maar velen met dat plakkoortje van de slachter op al lang zien stond. Kom, uit. Wat? En slachter, gordijn. Zijn er mee bloemisten gekomen of werd al gedwongen weer van de rest? Nu ook passeren. Ik moet zusje nog eens zeggen. Doe dat tegen een buur. Dat is al wat veel gasten dat ding op de wc gaat en dat die tot zweden kookkast door te drinken gaan. Allee, ook zal weet, tegen zo'n, lekker kind noemt ze. Nee, maar dat is maar een boosje te weten komen dat de eerste uur op café zit, dat het de Ruk
Vroeger zat mij vertrekken gelijk op de school. Hoor is dan, liefste Sarwit. Weet wat ook hier in hun week is, hè? En waarom? Maar kijk, bij weet ze. Salut. Dat is waard. Laat ze tot dat uitje moet pissen, hè? Dat is al belangrijk dat kinderen niet moeten oplossen. Dat hè? Ze kunnen de tas geen weg mee. Kakenertje. Maar goed, dan zeg ik dat aan u voor slachten moet leren. Dat is misschien stuk voor dat het ook geen nestjes van u gaat. Ja, kakkernestje. Waar is dat dan een beetje onderschat, hè? Ja. Ja, dat is even stil, hè? Ja. Zou ik eigenlijk eens een guraline? Guraline? Ja, dat moet wel lukken bij Nicoline. Ja, maar broer, zal het dan eens mee staan om een bot en een redelijk zoom daar in onder gaan? Voor hem een keer te laten lozen, zou een motor. Moet dat motor niet nooit gezien worden? Ja, zou me ook goed. Nu, bij mijn vader kan zeggen dat we weer een contract erbij hebben van de impresario in Antwerpen. Ja, zeg, dat is de beter, joh. Cool. En ik heb een nieuw liedje. En we hebben de muziek al uitgenomen. Kijk, ik heb hier op een kassette. Dat is niet duur. Wees dan niet toch aan het. Voilà.
en als dan nu die friet pak ik dat dus die kan uitleggen. En als ik een tengels zingen, heb ik dan niet. Dat is nog allemaal een erfenis van mijn voordeur zien. En ik alleen heb dan. We moeten een keer naar een logopedist gaan. Oh, ik weet het jongen, ja, dat kan ik er niet van doen. En ik zou je per keer iets serieus willen uitleggen, zeg maar. Ik heb schrik dat ik er niet ga uitkrijgen van die nervositatie. We moeten daar een beetje kalmeren. Allee, zeg het een keer schudden, op wel gemak. Aba. Kijk, wat kennen mijn boer nu al zo lang, hè? En waar zijn we de zelfste gebleven? Maar ga, hè? Ga ze op een korte tijd zijn helemaal veranderd, hè? Hoe veranderd? Ik ben ik nog altijd collectie, met chakosje en met tiretje. Ja, weet wat, maar ik zei van de week nog tegen mijn broer Salatang. Ik zei, vind je niet dat collectie, hè? Ze zoest gelijk een bloemenes. Die ze helemaal in bloem gekomen is, hè? En ga dan nu nog maar gezien zetten. Ik heb dat collectie op de gulentap in bloem zien komen, ze zetten. En ben er al 14 dagen verliefd op zetten. Ik zeg, ah wel, ik al 3 weken. Zwarokken, we gaan toch niet aan u zo beginnen, hè? Nee, dat is waar, zo. We zijn al 2 verliefd op u. Maar ik al een week lang weer over je hazen. Oh, is te blijven. Ik zie, ik wil er nog altijd als 2 kamer door doen, like vroeger, zo. Ja, maar we blijven me kinders niet meer, hè? De dat van aan de oor te trekken en van de baas van mijn velen te zitten, dat is verbazen. Ja, ja, ik weet het wel. We zijn wel al volwassen geworden, hè. Maar ik wil er nog altijd geren, hè. Ja? En wie zit het liefst? Alle 2, hè. Hé, dat kan niet, hè. Ach, je kunt het toch niet met 2 te gelijk vragen, zeker. Ja. Ah, wie spreekt het dat hier van vrouw? Ah, ik, hè. Je zou moeten kiezen, hè. Ja, de keuze is aan u, hè. Kijk, dat is nog niet omdat dat mijn broer is, hè. Hoe zal het dan? Maar ik wil het ook wel verweten, hè. Dat is een keer een maaskezot, hè. De dingen heb je wat liever gehad, hè. Maar ja, ik kan natuurlijk zoveel beter expliceren, hoor. Dat is een charmeur, jong. En een profiteur, hè? Ah. Ja, de diener was nog maar 15 jaar, hè. En hij had een lief. Aan van Nertsen. Maar ja, wie Nertsen. Ze gingen een keer gewoon vragen hoe dat Lambeeks gebossen. Samen met mijn biletten en ja, van achter de rug. Ze komen in dat bosje, zegt daar Antoinette zo. Ik gooi je hier een keer pikken. Ja, zegt ze. En dan pak maar. Al wat dat van mij is van u. Serieus, zegt dat? Allee, merci, hè. En dan pak dan mijn biletten en dan wacht me weer. Dat is een salatansje. Schat, maar hij mag nog niet 15 jaar meer, hè? Nee, als zou die al wat meer pakken. Je moet bieden aan mijn koel. Kijk, dat kan dus een goede kamer, hè? Ik zou hem ook beluwen, hè? Je zegt wel de raad, draai schoorlijks, hè? Want die jongste van de ouderen, die is nog niet bij bekers, hè? Allee, wat kon je erin, hè? Een pak zij dan ook. Allee, zonder ik kan een kop geven, met veel les, dat er wat afkoelt. Afkoelt? Hé, ik ben nog niet warm genoeg, hè. Kies keuze naar toest, plussen, hè. Allee, kom. Julie! Julie! Wat is dat? Wat is dat?
Hé, hey, voilà, kijk, al broer is er al zit. Zijn ik hier een beetje serieus, doen? Serieus, hè? Wat nou, Leidse? Ja. Al waar, jongen, was serieus te gaan weg te zijn? Ik word wel gepest dat die zoet gezeten aan, hè? Ja, dat is toch al gedaan, hè? Nee, hoor. Moest de mozieren door de Eriksundouw onder gaan. Ze verwachten het, hoor. Oh, ik zou mogen, hoor. Mogen? Nee, dus je bid. Het was u afgesproken, maar getrekt eruit, hè. Mogen zijn er anderen die milder motten komen? Allee, verwoord ons, hè. Kom, Colette. Van de volgende keer, hè. En, ge weet het, hè. Zeg, hè. Ge weet het, hè. Ik ga iets door zien. Hoe is dat het maar? Oh, nee. Hij is gewoon zaad dat we weer voor nieuwe contracten bij. En dat hij niet ietsje neemt. Ik meen een kilo te huur. Dat is schoon, hè. Ah, je hebt hem toch weer al veel gehoord, zeker? Het was weer een tijd of zeker. Van hold my little candlelight, very tight tonight. Wow. Ah, verstoot je zelf niet wat dat zegt, hè? En ik heb niet gezegd dat ik u kan niet liefde, hoor. Ah, nee? Dat zal wel niet. En je hebt zijn eigen willen vooruitschuiven. En je hebt hier wel lijntjes te leggen, zeker. Allemaal zorg. Zij wilde naar jaloers van alle het wie broers. Jammer. Je kent hem nog niet goed, hè? Kijk, ik wilde alle twee, maar al te goed. Ik ben van mijn drogen niet. Je kent hem nog niet goed. En je zou weer rapper is aan streken, dan is aan spreken. De woorden alleen. Zijn ik je verstandig, alle twee? Zeg, had u geen liedjes zeggen? Ah, oh, joh, ik, hè. Moet dat schuur wat anders dan dat van onze wits, hè. Ah, dat zal wel. Heb je een kassetje bij? Joh, ik. Kijk, ik moet een keer uit een uur zijn. Maar ik ben curieus. En zo, hè, krijg je een groet en schuurde per toon. Ah, gelukkig. Voilà. Ben getrouwd met je vrouw, we moeten zonder langer huilen, want ik zie de vriend mee af. Ze wil niet anders doen dan dansen, al genoven ben ik weg af. Zit in de lucht gestoken in de open op te dansen in het ballet van Maurice Béjart. Mooi voor je toch lieve vroeger, hoor ze weer te gaan in de massa. Mina, schoene ballerina, danst in het ballet van Maurice Béjart. En op het bootje neemt ze caviar, ze duwen in het bollen. Mina, schoene ballerina, zij bevallen dan sterren veel chique. Er worden uit de smalle knut niet mee. En blaken kikken thuis en kakken nooit tv. En kent een bootje mee van thee. Ze dans van smokens vroeg, toen kwam die vroeg genoeg. Maar lange zomer kon die buurt niet doen. Wat ze trekt mij uit, mijn bedden. Gieren dat om mijn broek aan te doen. En ze danst op het dippen, met een lach al op het lippen. En het schiet, dat ziet mij af. Ik zit in een depressie, nerveuze. Smokens de nachten ben ik al op was. Ja. Mina, schoene ballerina, danst in het ballet van Maurice Béjart. En op het bootje met zijn caviar, zit u wel in het bollen. Ja! Mina, schoene ballerina, zet de ballen danst met een beetje geen. En voor de auto's mag ik nu niet mee. En blijf een kikker thuis en ga ik er nooit meer mee. En geef een bootse mee van thee. Hey! Mina, schoene ballerina. Mina, schoene ballerina. Mina, schoene ballerina. Dat is goed iets anders op dag van mijn broer, hè? Oh, dat is zeker dat, hè. Dat is een cabaretliedje, hè. Mijn broer die wil altijd zo van die serieuze liedjes zijn, hoor. En wat? Wat is dat?
Vind het niet goed? Ja, 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 ik. Oh, kijk, ze kletsen. Ik wou zo een keer een liefdesliedje maken. Over u. Over mij? Ja, dan kan ik als zijnde mijn liefde verkloren. Gelijk de Spanjaard, met mijn gitaar, zonder een venster. Of onder een balkon. Voor mijn lief, schoon Colletje, want ik hou zoveel van jou. Voor mijn lief, schoon Colletje, kus me gauw en word mijn vrouw. Een zotte keuk. Dat is van La Violetta. Ah, maar weet je dan wel dat dat van La Violetta is? Moet ze iets smoken of reuien, plus van La Violetta? La Coletta, hoor. Dat is toch zoest, hè? Dat is toch veel schooner ook mijn liefde kan verkloren op muziek, hè? Misschien wel, maar we zijn wij geen Spanjaarden, hè? In mijn leven daar zo zeggen, zo de muziek ook zo. Ah, maar dat kan ook gelijk lukken, Colette. We moeten maar al dat beslag niet goed mogen. We kunnen wat natuurlijk eenvoudiger zeggen, hè? Al dichten. Gelijk, geen toch eens wel, hè? Ach! Kom, Colletje, ik hou van jou. Toe, word mijn vrouw en ik blijf je eeuwig trouw. Kom, 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 kus me gauw. Zeg, hé, was dat serieus voor dat repeteren? Jan, Romeo en Colette. Ah, een parodie op Romeo en Juliet. En wel begint ons maar al te sterven, jongen. En van sterven gesproken, hè, Romeo? Pas het al voor de Carlo ook niet veel meer te goed is, hè? Hij ligt er thuis met een delirium tremulus. Een alcoholvergiftiging, jongen. En dat van u, hoor, hè? Kingen ze hier achter een dokter en achter een pastor om hem te berechten. Want daar schiet voor af te leggen. Uw moeder zit er al iedereen. Jonge moustache, zijn we nu aan het lollen of is het serieus? Wat is serieus? Hij was muur bezat, jongen. Zeg uw moeder van mij, zeg. Ze zit er wat te schreeuwen, zei je. Hoe ze wordt zo content zijn dan ze zit, joh. Wat is toch wel, hè? Je hoort ze. De laatste tijd gaat toch weg een vriend van ze. Zal ik hier moeten gaan kijken, hoor. Kijk naar jou. Allee, moustache, salut, hè. Salut. Colette, tot van nood een keer, hè? Ja. Zeg, als dat woord? Oh, dat dat muur de zat was, dan wel. Ja, zeg, ben je tegengekomen, hè, Gert, en jongen, dat jij hem meegebroken hebt. Ja, hij is zelfs nog weer geweest, hè, jongen. Hij zei roze en hij zei niet zelfs kunnen over. Wel, mijn kind. Oh, hij kost dus op zijn foto niet meer stoer, jongen. Oh. Kijk, ik heb ons gewoon een haas gedaan. Ah, wel, maar zie. Ik zou moeilijks boven geweest zijn. Maar weet ik er allemaal niets van, ze? Ah ja, dat is voor dat woord in één keer, hè? Enfin, geef mij een keer een druppel knus gewild, en een pak uur, hè? Nee, ik wil niet drinken, merci. Ah, zul je het ons misschien liever een tolsen, hè? Ah, maar wat daar gaat hier van boven? Dat is korter tijd, geloof ik. Inderdaad, zijn er hier ook koorts geweest als je? Ja, jongen. Tja, dat verwondert me niet, jong. Nou ja, een zuur stelle poos en afgelopen natuurlijk nog komen de koorts op af. En... Ze hebben niet serieus gehad, daar zijn het ook wel vele veranderd van Segertal in zat, hè, jong. Oh. Hebben we een compagnie niet, hè? Die lukt natuurlijk veel beter gekregen. Ja, dan is Giel zeker mee ik om te zeggen dat het gerecht was. En dat hij je beter een keer een schuurkliedje zoekt, u vriend. Dat doet hij voor mij. Mooi, heel zeker is niet voor jou, hè? Ja, wel, dat is een beetje voor u natuurlijk, hè. Dat is wat ik wil zeggen, dat een snelle pose geworden is, echt voor haar. Ah ja, kijk, die jonge gasten niet leuk. Dat zit hun ook heel een taak te beloven, hè, ja. En soms op de repetitie kunnen ze niet rap genoeg gedaan, hè. Om wij al hier bij u in de café te komen zitten. Is zij er jaloers van misschien? Nou, wel, hoe is ik hier wat mag zijn, hè? Ja, ik. Dat is niet mooi. Dat is vandaag hoor ik, ja. Zeg, ik heb er nog het recht om verliefd te worden. Ja, ben je wel geen 20 jaar hier, maar
toch nog niet uit, hè? En je zult toch wel veel beter zijn met een raad de jongen van de laatste keer. Of ben je een van die snotters? Allee, ik heb een schuweer, echt verdienen hoe mijn bloed. En het wordt heel gezamen aan een taart dat ik hier begin op de basis voor een serieus leven te wonen. En liefst met een schoon vrouwtje natuurlijk, ja, nou ja. Dat is mooi. En zo gaat dan nog veel de luxe. En wat? Je zou haar niet missen? Allee! Ik ben content dat het natuurlijk veel te gaan. Zeg, en zo de baas gedacht die kunnen mokken van mij om met mij te dragen en zo. Alles spreekt helemaal die dag wat er aan, hè? Ah, ja, maar ja, voor stil ook zijn maar een taart, zo jong. En ik heb je roosje van nog langer om de potten te drogen, hè? Allee, moet er niets van mij laten, ik ben niet serieus, hè? Ach, maar allee, Sjoro. Ik heb daar nog geen enkel gedacht, hè, om wel aan iemand te binden of te trouwen. En houden? Lukt de stoel toch wat vrij? Een jaar of tien? Dat is wat geld, hè? Allee, dat is een vraag, nou, zeg. Marie, we doen een duur ton opgelegd, hè. Dat ik me hier eens een klopper van moeten kopen om te vliegen van mijn lijf te halen. Steek dat uit dat hoofd, Sjoro. Ik wil eerst carrière maken, hè. Ik kan nog altijd tijd, ze binnen schrokken over mijn lief te vragen. Allee, je moet het ons wel weten, hè, maar ja, kan ik je niet twijfelen, je zegt maar voor ze over je jagen, hè. Maar, je weet het toch al dat ik kan niet door ben, hè? Ik zal aan je mijn boekjes gerijden. Voilà, dat daar zal iets zien dan. Maar, hé, hey, een totse, kan je toch nog altijd tafelkomen zien? Ja, maar, dat was gestoond, hè. Oh, wat zat in de pijn te steken, ze kunnen. Allee, hoe moet er nou toch je gewoonte beginnen van mogen, hè? Maar van hier nog? Allee, jij moet ze toekomen. Allee, jij moet ze komen. Ja, samen. Wacht, hè? Ja? Ja? Wat is dat hier? Valt hij lachter dan de parochereu? Maar hij werd dus een beetje zottebollen, hoor. Zottebollen, zottebollen, dat anders doet hij moet je gerust laten. Dat is geen klippermoot als zijn moustache. Ah, maar toen is dat niet gebeurd? Nee, omdat ze dacht dat hij op zijn dak kwam. Hé, hey, wat affaire zit je achter de deur? Zeg, hé, was dat blijft zo, hé, politie? Was gegaan, je zou heel het ogen komen zitten loeren, hè? En iedereen wordt een lessen moet spalen. Zal er op niemand niet meer komen, zo? Als ze maar naar hier kunnen komen om op geluid te pritsen en mijn knieën dat ze buiten blijven. Ah, maar wat kan dan toch? Dat is juist de rondkennen van haar. We kennen maar. Zeg, hé. Was je niet meer kunnen verdwongen, omdat er hier gelachen of geklapt wordt, hè? En wel te smoeder in een café steken, Lucio. Steek daar toch in een glazen kaasje. Kaasje, kaasje, jij spreekt over niet anders, schijnt. En dan was die vanavond nog klappen, maar pakken. Maar wat is dat gekwoordje? Ja, ja, maar het is zo dat erin komt. Ja, alleen voor wat dit kon letten. Verwar een dreupel, hè, want ik ben er mee wees, hè. Ik heb hier geen rooster voor je wat voor rekenbaken bij je boomkwartjes, hè. Zeg, en als je het wel weten, hè? Hallo, Bergensen van Zee. Ik heb het zelfs gevrocht voor mijn water te dragen. Wat, hè? Ja, 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 ja. En ze neemt niet ja of niet nee gezet. Maar ze gezet dat ze mij naar een boekje ging schrijven bij een ander kandidaat. Ja. En als ze het hè? Hè? Gewoon ze hier de aftrekken. Als die wacht, collega. Allee, doe dat. Allee. Van over die masker. Pezenwever! Wat zegt dat pezenwever dat hij nu zou willen trouwen? Zo zult je toch niet zijn, zeker? Die pirouit? Oh, maar een leuk potje. Ja, Patje zegt dat iedereen kan krijgen dat hij maar wil. Een Don Juan. Dan mogen we rust, Pompa. Ik zou wel op mijn eigen laten zien. Ik ben hier nog altijd, hè, een klein collage. En raar. Ga ze met een allerliefste boempa. Twee minuten later, maandagmorgen, 9 uur. Ja, dat is een zelfservice. Ja, wat? Zijn je netjes wel daarop? Ah, oh, samen zat ik aan. Hij zei, als je vroeger kent. Hoeveel? En dat kort naar de neven en naar de rust tot de hoek. Ja, maar ik heb een vijfbakken buiten gezet en vergeet te sluiten. Dan kun je geen roepen.
Zeg niet goed, Lef, van de woensdag morgen te 9 uur café. Ja. Was van de nacht weer 300 kosten zwaaien zitten. Zeg, als je lang alleen aan mogen zien, hè, dat is zeker geweest, hè? Weet de herder hier? Wie nog? En je zegt gelijk mijn huis op te zeggen. Achter mijn lust en uitstap naar Hetterik kwam ik er gelijk niet voor deuren. De roze zegt gewoon, man, ik heb bij mijn nest op de. En zo ze biedt weet wat dat hij moet doen en wat dat hij moet doen. Voor mij, hè. Of zo'n vier lange geleden dat ik er bij geweest ben. Zegt hij, en waarom zo, zegt hij. Tijd om vier lange geleden dat ik er gezien heb. Heb jij ziek geweest? Wat met de gistwoord van de dokter in deze hand? Hij dook dokter in de kuppel. Als u nou weet dat u de zwarte rieten in deed, dat is nu ook niet leuk. Dat een café zit dan niks. Want daar zijn collanten die naar elkaar krijgt hij ook wel dreugels. Dat heb ik met mij ook veel. Maar dat kan ik zweven. Hij heeft dus moeder een tarief en hij vult een briefje in aan de volle plaats waar dat al zijn pleeg krijgt. Dat ding brengt aan de zatte post van de ziekenboek. Voor lange noos, je lange, heb dat test een goede uitdrukking. En ik dacht, man, keren wat hij wilde. Hij schreef dan nooit in met de kamerten. Puzeren, hij heeft tegen de apotheker, dat zijn allemaal gebuisde dokters. En wat staat daar van uit? Maar hij was dit nog niet goed nuchter bij. Zij de hem, dokter, kan je wel zien aan mijn leven. En wat staat daar? Een goede druk met mij. Dat is niet. Hij knikt een keer. Die de man zijn bureau gezet en begon te schrijven. Zij denkt, dokter, en ik wil je op mijn bus te kloppen. Dat is hier, dat is hier. En wat staat daar? Niet meer rukken. Dat weet ik, dat knikt. Dat weet ik. En hij schreef me weer. Wat met een briefje. Zeg je dat is 400 frank voor de consultatie. Moet je alle dokter, wat moet ik nu doen? Opletten. En niet meer op wat bus te kloppen. Ah, ja, die waren dat keuze. Ja, mijn schuurmoeder Rutje. Die Ruud van al die ingebeelde ziektes, en zo wel naast het deur. Ik meneer Nathan, maar nu is die best van de koopbaan. Mijn keel is graag verschroeid. Mogpanen zie je dat aan de leven. Mijn duimen zijn lekker meer passeren. En mijn bieden die wil nu niet mee. Zolang mijn keel kijkt ook. Gaat dat ding Nathan? Ach, mijn keel gaat zus niks. Gaat al alles. Ik ben een woordje. Serieus? Een woordje? Ik ben specialist geweest. En gisteren ze niet wat dat ze doen. Zegt hij, als je nog een beetje van dat pensioen wil profiteren, onmiddellijk stop meer roken en drinken. En voel mij nou wat beter. Ja, dat zal wel. Maar alleen, ik kom maar ook een druk op plaatsen, tegen de griep. Dat moet wel weten. Als je begint over de dokter en schuurmoeders, het test om te rijden. Alleen, mijn schuurmoeder, een schuurmoeder uit de duister, een goed rood meisje. Maar ze wordt onder de 80 kilo. Waarbij de dokter zegt, dokter. Hoe ik wel zei, ik moet niet hangen doen op wat ze morgen stond. Ze hadden ook niet hangen doen op wendelen en maar wendelen. Ik dacht, dokter, dat is gezond, maar dan moet ik wel. Jammer, zei ze. Die neiging is toen lang, moet je nooit toilet gaan en die wenden, die rieten niet. Dat is wat. Allee, zeg dokter, maar dan heb ik een ongeveer dat een lijfdingetje. Op mijn onderzoekstaf. Daarmee doet de zo'n vlieder zit recht op die onderzoekstaf. Ze legt er op haar bed en weer een contrafuur. Het was gelijk een nijlperfiever op. Ze
heeft de dokter alleen maar dan ik probeer dan een keer van een wen te lopen. En zonder hem te moeten forceren, heeft ze mij door de toog aan blaffen. Die dokter kunnen dat dan van ovaren. Het was gelijk een berpet die ontplofte. Dat is die wat dan. Dat is die wat dan. Dat zou waarschijnlijk op een opperroosje uitdrogen. En mijn jongen, kom maar wel de pas. Ik denk dat we op een opperroosje aan te doen. Hij moet geen schrik hebben, dan. Ben jij daar geen opperroosje aan het doen? Maar dan even niet. Hij is er al plezier van morgens vroeg, zie je? Zijn dat vader weer, hè? Ja, hij is zwaar, hij is weer een boel van woorden geschoten. En we willen wat beleven, is dat vertaal van huis op thuis en van schuurmoeders. Oh, daar zijn er wel 1000 woorden om over te vertellen, hè? En zijn altijd schuurmoeders niet moeten bekuren, hè? Alleen, Charles, we zijn er weer deuren. Een losse deuren. Ja, wat hij dacht, je drinkt water. Ja. Het is gedood met temperieën uit de anadolie. Moet daar een spoeling in doen. Ah, dat is verstandig, ja. Kom, zal ik even een glas gewoon. Zeg, wat is dat met u? Houdt jij nu café in je pyjama? Nu. Voor mij af hoe dat komt, dat jij ook al zie voor benen van. Ja, ik rijd even bij, ik zie de noten van de zorg voor de deur gestoord. Ik zeg, wat is dat nu? Die was toch ziek? Wat doet jij zo vroeg op café? Ja, ik kom aan vluitbaken buiten gezet en vergeet de sluit. Oh, ja. Zeg, en jij zat ook al zo vroeg op, drama. Ja, maar nu is het ook altijd vroeg op, ja. En als de licht in de lucht komt, krijg ik eruit. Doe mijn morgen die me na naast dit. Pak een ijskoudste stortbad. Ik pak het je dan een lichte morgen al. Je bent nou wel lekker koken. Nee, vriendschalkjes gebakken, spek met die gepluste eitjes. Die boterham met confituur. En omdat je verkeerd doet, dan mijn morgenwandelingen langs de laai afgeweerd. Omdat het slecht weer is, like van doven, doe ik mijn morgenwandelingen met mijn auto. Alleen gelijk weer gezond. Lekker de jongen dan. Dat doet wel plezier, Charles. Wat dan zeggen, ik zal een keer met u serieus om de 4 uur willen spreken, zeg. Waarom? Ja, om 6 uur en 4 uur is te veel, zijn, op maar best gaan wassen en cleanen. Wat is een goed gedachte? Moest je zelfs nou deur stellen. De waterkroon is goed open. Ja, wat spoelt jij maar onder uw waterkronen? Kom, Charles, we gaan er ons een beetje bezetten. Ja, alsjeblieft. Want kijk, je voorstel te doen. Ja, en wat zal dat nu zijn? En wij ook iets waar ik al nachten van wakker lig. En wij kan u vertellen. Ik heb dus die zak hier van u gekocht voor 7 miljoen, hè. En met de schrijfkosten erbij kom ik bij kans tot een 8 miljoen. Maar ja, ik heb het gedaan voor Colette en ons van varen, dat weet ik. Dat weet ik alleen dat. Je pijst nu toch niet dat ik die miljoenen zo me liggen had of op de bank? Weet ik dat een gezonde burger zit in de goeie zit? Ja, ik heb altijd goed mijn brood verdiend, ik heb spaarzaam geweest, ik heb een schone eigendom. Maar met die zak hier van u te kopen heb ik toch verplicht geweest van een hypotheek op mijn eigendom te nemen, zeg. Natuurlijk, dat. Hoe zou ik het anders hier gedaan hebben? Maar ik heb mij een beetje te ver geriskeerd, joh. En met de bedoelingen, de zak hier te moderniseren, nee, sta ik helemaal geblokkeerd. De veranderingswerken zouden 3 miljoen kosten, volgens schatting van het opgemaakt plan. Nou, 3 miljoen? Ja. Goed, er heb je toch een noepera van mogen geloven. Nee, jongen, dat kost stukken van mensen tegenwoordig. Met 3 miljoen kan je niet meer doen. Maar die 3 miljoen, hè, zo, dat is boven mijn kracht. Ja, wat dat was gepast. Zeg toch tegen mij, Rosse, zeg je niet, meneer Hippolyt van Eijen, die moet nog ook klap uit. Klaar genoeg, maar geen miljoen. Maar kijk eens uw gepijst, hè, Charles. Ja. Jij zit nu met die 7 miljoen. Ja. Ik weet dat u er geen nieuwe eigendom mee gekocht hebt, maar jij hebt uw geld geplaceerd. Ja. Wat dat tegenwoordig vrij gevaarlijk is, hè. We hebben voorbeelden genoeg de laatste tijd, hè. Ja.
Maar ik had niet een woon voor hem geplaatst. Ja, kijk, ik weet het dus niet hoeveel procent u dat opbrengt. We moesten nu slim zijn. Ja. En moesten nu van die 7 miljoen, 3 miljoen hier in de zaken steken. Dan hadden we nog altijd 4 miljoen over. Wij stikken een PVBA en we zouden de zaken hier samen exploiteren. De winst en evenredigheid van het geïnvesteerd kapitaal verdeeld. Wat zou je ervan pijten? Dat ik ervan pijten? Gesmet gaat als je maar voor mij moet. Wil ik in mijn nesse schoen ophulderen op het lood te leggen? En wel, doorzet ik je. Voilà. En ten tweede, Colletje en je zoon zouden hier een eigen zaak hebben. Zijn ze goed verlegen als te leiden. En bij een grote reclame, he, kan dat hier een goudmijnen worden. Wat denk jij door van? Dat weet ik. Dat hij een lippe commerçant heeft. Mogen zijn een eerlijke mens. En wel, ik wil me uitschippen. Merci, Charles. En het zal aan niet sparen. Antrop? Antrop. Voilà. Je zou er niet meer moeten wakker leren. Nu zou mijn roze wakker liggen. Nee, ze zal ze u content zijn. Als ze zou weten dat voor de toekomst de rest van Colletje en hun jongste zus. En als je gij nu zo verstandig blijft, of dat je nu zegt. Dat zwijgen. Op eerst van mijn 8e zin. Die toch nu niet zou geboren worden. Jij zei dat blijft mijn lolletje hier, hè? Optimist tot in de kist. Voilà, zo wil ik het duren. En nu iets anders. Of wat? Ja. Om kosten te vermijden gaan we bij de openingen van ons nieuwe etablissement drie huldigingen doen. Aha. De openingen, het 100-jarig bestaan van ons fanfare, u in pensioenstellingen en uw 25 jaar lid van de fanfare. Als je mij natuurlijk belooft van in de fanfare te blijven, hè? Ja, maar één conditie. Je hebt bombardon, meneer. Hè. Een andere extremende. Ja, en wat zou dat willen? De drapodro. Wat is goed, want zeg de kei is 80 jaar geworden en die valt er toch mee aan ver. Als het een beetje wordt. Zeg, en we zijn zo aanvullingen al overeengekomen om u hier voorzitter te maken en ik word hier voorzitter. Wat denk je daarvan? Dat kan ik met mijn gedacht zeggen. Hey, meneer Hippolyte van Eyen, al wat dan zo vertellen, lukt je me dat. Maar bij mij zeg je echt een goede mens. Je bent gecijferd de eigen weg. Je voor een klein kind op de college. En wat goed dat ik doe voor mijn drie jongste zintje. Gij bent een man, noem mijn netten. En wel, gij ook, zoon. Gij ook. Op de toekomst van ons kind. Voilà. Als ceremoniemeester aangesteld, ik wil welkom in ons café-cabaret Chicolette.
En aan al wie daar uit van een tijdje, welkom bij Colette. Voilà. Dames en heren, ik heb de eer en het genoegen de producers, de promoters voor u te stellen. Namelijk de heren Hippolyte van Hagen en Sharon Donovans. Voilà. Verwachten ze nog iemand? Merci, merci. Bedankt. Je zag gulden bedankt, hè? Zeg, het maar weer alleen, hè? Je hebt gezegd dat Valens ging opkomen, echt, van rechter. Ja. Nee, zo, rechts of links, dat speelt toch geen rol? Je mag gulden op van een ceremonie, een lol. De verzijnen, Jorl, of verzijnen die. We mochten het toch altijd lol, alle drie. Van is dat. Vivant de lol. En schijnt ze een keer vol. Word ik je zwaar gehad, dan is het nog niet aan u. Ja, gaat leuk. Jammer, zeg. Word ik een echte lol van mogen of van rest? Mag ik mijn onderbroken speech verder zetten of goed gulden doen? Ik ben mijn buurtgedacht al bezig op te worden. Ah ja. Meneer Hippolyte. In omen van ons fanfare en van heel het gezelschap moet ik u bedanken voor uw edelmoedigheid en voor hetgeen dat u hebt verwezenlijkt. Namelijk in ons klanen drongen een etablissement te doen verjazen, Brussel of Parijs weerde. Bravo. Ik heb het verzoek persoonlijk aan te hebben een cadeau aan te bieden. Dat is niet waar. Tot ook. Chaos Antiquaire zult er wel nog weerden weten te schatten, die woorden. Een echt stukje antiek, wel ding dus strang werd. Een kaaske. Ja, het kaaske van de vrede. En gaat het nu weer. Voilà. Merci, Charles, en gaat gelijk. Weer vrede. Ja. En nu de tweede medewerker, beheerder aan de zaak, Charles Donovans. Nu zullen we nu je vader wel drakieren moeten huldigen. Ja, doe dat hoesten, man. Ja. Ik 40 jaar daar, Charles. U 25 jaar als boombardonist in ons fanfare. En u hebt pensioenstelling. Daarom werd ik bij algemene stemmen en goedkeuringen besloten u voorzitter te maken. En meneer Hippolyte wordt hier voorzitter. Bravo. Nog lang van uw pensioen zit mee geneten, hè? En nog langer fit en gezond zit kunnen blazen. Hè? Willen we u een cadeau aanbieden, jongen? Gieden zit op, maar een cadeau met alles erop en erin. Ze hebben echt van net bedanken. Dat is een koekoekoesveel, hoor. Ja, dat is een ik beloof wel dat de Nostio in de Ronde van Vlaanderen gewoon mee rijdt. Maar ik zal een dag vroeger vertrekken. Bedankt. Ik ben echt gewoon content. Dat ik die moment nog mag meemaken. Want de mens hebben hem iets over 40 jaar met iedereen zorgen. Weet niet dat hij evolueert, hoeveel dat gaat eindigen. Dat moet toch een keer eindigen, hoor. Maar daarom is dat geen einde van de zorgen. Dat is toch een andere rit. En er zijn nog andere zorgen in de wereld. Misschien duizend. Allemaal mensen met een goede moraal en een gezonde humor. Want ons leuze was toch altijd, indien alle mensen Charles waren, de wereld zou wel bevaren. En daarom hebben wij besloten, wij Charles en zijn senior, onze boot, wat hem over 40 jaar mee begonnen zijn,
Een bullet, een symbool van de hulle en spontane lach. Zoals van Sarnie Sablen, Stan Laurel, Oliver Aldi, Doris Sons en nog weet niet nog allemaal. Een symbool met meer waarde dan een gouden koningskroon. Over te eeuwen naar Rosaros Juniors. Charles Juniors, wees de leuze getrouw van de Charles Seniors. Breng vreugde in het leven. Want zolang er van de Charles zijn, zal er plezier en leuke zijn. Voilà. De rest aan Maasje. In naam van de Charles. John, een dut blijven. Charles. Ja, dat weet ik dan wel. Zeg het hem? Seniors. De zuid moderne, wil dat zeggen. Ja. Zal ik me vuur zeggen wat tegen dat jaar gedoen hij zit, want de derde zijn er voor. Ja, vandaag. Boe, denk al, kom. In naam van de Charles Juniors leg ik de eed af. Om verder te blijven zorgen voor vertier en vermaak onder de mensen. Want wat is een wereld zonder lach, zonder muziek, zonder show? Een dode wereld. Daarom zeggen wij, the show must go on. Business waar ik van hou. Alles wat het leven kan bekoren, van heen en ver kan men naar je zien. Met je beste blinkje ver naar voren, krijg je na aflopen die dan vier. There's no business like show business, men lacht, zelfs een verdriet. We trekken met de wagens door het ganse land. Staat soms wel tegen, maar hand in hand. Zijn een soort van mensen waar ik echt van hou. We gaan door met de show. Ze zijn de kostuums, het licht dat ik kan. Maar gisteren keek je naar dat alles om. De glitterende blussen, muziek en applaus. Ja, op zo'n avond vlieg je naar de top. Première, en je hart slaat als een trom. Die avond dat het volk weer voor je komt. There's no business like show business, the business waar ik van hou. Alles wat het leven kan bekoren, van heen en verre komt men naar je zien. Met je beste beetje ver naar voren, krijg je na aflopen die nog tien. There's no business like show business, the lach. We trekken met de wagens door het ganse land. Staat soms verdedigd, maar hand in hand. Zijn een soort van mensen waar ik echt van hou. We gaan door.